The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zeg het al, u heeft Als het ergens over moet gaan. Zijn de listes. Not the face! Schrikkers op kun onderdanig. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA. Onze podcast heeft wel een heel toepasselijke naam voor het onderwerp van deze aflevering. Alcohol maakt meer kapot dan je lief is, werd er wel eens beweerd in uh, van die ja, sensibiliseringscampagnes. Maar uh, voor vandaag heeft onze gast voor de verandering geen kratte bier bij, dat we meestal krijgen, maar een boek over hoe ze 500 dagen zonder alcohol doorkwam. Ze is auteur, zangeres, radio- en tv-presentatrice en begon als achtergrondzangeres in de Samson en Gert kerstshows en speelde op haar vijftiende in Samson en Gert Sophie, het nichtje van de burgemeester. Na de middelbare school studeerde ze twee jaar aan de jazzstudio in Antwerpen en behaalde haar bachelor als zangeres in de jazzmuziek aan het conservatorium. In 2001 begon ze als vj bij TMF Vlaanderen waar ze met Elke van Elderen Booby Trap presenteerde. In 2002 verving ze Jasmin bij aantafel Tafel op 1. Ze was reporter voor Radio Donna Staat Op en Sportza presenteerde voor VTM The Farm en 71 Graden Noord. Van 2006 tot 2013 presenteerde ze jaarlijks Expeditie Robinson en massa's andere programma's, waaronder De Foute Quiz, De Designers, De Grote Sprong, Beat de Bompas en Mijn Pop-Up Restaurant. Oh ook in Nederland was ze te zien in drie op reis, De Wereld Draait door, een goed stel hersens en co-presenteert ze wekelijks op NPO Radio 2 De Wild in de Middag. Een radioprogramma van legendarische radiopresentator Ruud de Wild. In 2019 voer ze samen met vijf andere bekende Vlamingen de Atlantische Oceaan over voor het tv-programma Over de Oceaan. Over deze ervaring schreef ze haar eerste boek Ergens onderweg. Haar nieuwe boek, Sinds ik niet meer drink, is net verschenen bij uitgeverij Horizon. <laughs> en wat er met haar aan de hand is sinds ze niet meer drinkt, is maar een van de vele dingen die we vandaag te weten gaan komen over Evi Hansen. Oh, welkom, my, welkom Evi, is Ja, 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 da dank u wel. Trouwens, uh, jij ja? begon eraan. Ik denk, Alex, jij weet toch. Allee, jij begint. Ik heb. Twintig jaar ben ik nu bezig en jij hebt gewoon letterlijk vanaf dag één tot nu. Dus ik dacht, dat gaat een hele lange intro zijn, maar dank je wel. Ik, ik heb gewoon zo'n paar dingen. Hè, omdat ik, ik vond ook, anders wordt dat eindeloos lang. Want met sommige mensen, hè, dat doe ik, dat die ja. al wel al veel gedaan hebben, dat je dat door hebt. En ik denk, ik zal zo een aantal van de. Hè, want ik heb het eigenlijk in een intro zelfs nog niet over uw muziek of uw schat. Want, ja. want ook, ook dat, want al. jij zingt ook. Hè, ja. Jij hebt dat ook meegedaan in musicals ja. en dat ja. soort dingen. Dus. Je hebt, hebt nogal veel gedaan. Misschien voordat we erin duiken. Ik wil even, uw even, nieuwe boek. Ja, zeg maar. even zeggen dat het heel bijzonder is om hier te zijn, omdat ik wel. Um, ja, een. Ik denk eens, ik schat een 20, 25 afleveringen heb gehoord van deze podcast. Ik weet begot niet met welke gasten allemaal, want ik kies vaak de gasten eruit die dat voor mij onbekend zijn. Ja. Nader is dat ik achteraf dan hun naam ook niet meer onthoud. Maar <laughs> ik vind dat wel, dus ik kwam hier binnen. Ik dacht dat dat ging verbeteren na nou, de drank, maar uh, oké. Okay. <laughs> nee, maar ik kwam hier binnen op dat kamerkje, dat mag ik zeggen, zolderkamerkje. En mijn hart ging echt sneller slaan. En ik dacht echt van: het is zover, Evie, weer een, een dromenke, dat. Afgevinkt mag worden. Dus ik ben heel dankbaar en ik ben echt heel trots dat ik hier naast u mag zitten. Ja, voilà. Dat is Sky lief dat je uh, dat zegt. Je bent eigenlijk een van de eerste mensen dat dat oprecht zegt. Dat is wel funny, want de meeste mensen die hier zitten zijn ook blij om hier te zijn. Maar jij het daar nu echt benoemd? Ik vind dat dat, dat we ja, dat sowieso wel... dat we dat meer moeten doen. <laughs> Oké, okay, kijk goed. We zullen heel de tijd tegen elkaar zeggen: zeg maar, ik ben ook blij dat ik hier ben. <laughs> ik ben blij dat je hier bent. Oké. Okay. Voilà. Deze wordt een showbiz-aflevering. We gaan ze om de vijf botten in. Je zang musical. uitbarsten. Omdat dat nodig is. Hè? Dat zit er gewoon in. Maar we zullen misschien. Uh, ik, ik wou even beginnen met het feit dat je. Jij ja, je hebt hè, een nieuw boek. En ja. we zullen het zo dadelijk uh, redelijk veel daarover hebben. Want dat is ook buiten het feit dat dat boek cool is. Wel een heel interessant onderwerp. Omdat dat heel veel in ons dagelijks leven voorkomt. En heel herkenbaar vooral was. Mm -hmm. En je denkt. Ja, zo ken ik er veel. Het is niet dat, dat dat iemand is waar je van denkt. oh dat is. Je ziet het heel anders als je een boek leest met iemand waar je van zegt dat hij zegt een drankprobleem ja. een alcoholieker. Dat is iets anders ik dan... Ik was niet rock bottom. Hè. Dat was niet zo van... Oh, mijn leven. Er was eigenlijk geen probleem. Alcohol ja. vormde, vormde geen probleem in mijn leven. Um, ja. En uh, daarom denk ik, is dat boek, spreekt dat zoveel mensen aan. Ja. Of maar dat ik dat... had dat ook nooit verwacht, hoor. Nee, ik snap het. Ik snap het. Maar ik wou misschien eerst beginnen met je eerste boek. Hè. Ja. Omdat je het allereerste dat je geschreven hebt, dat was, het, uh, dat was eigenlijk een soort, ja... Ik zal zeggen, verslag van uw ervaringen met die een oversteek mm -hmm. van de Atlantische Oceaan. En wat was dat van Lanzarote naar Guadalupe, denk ja. ik, dat je zegt: varen, hè, er zaten nog wel wat bekendheden in, onder andere Otto Jan Ham, die, die er ook gezeten heeft. Hè. En um, ja, ik, wat was er zo waanzin om die ervaring dat je voelde: tot daarvoor had jij nooit een boek geschreven. Waarom nee. had je ineens het gevoel van daar wil ik wel iets over schrijven? Ja. Wat word jij daar tegengekomen? Het, uh, het, het is wel goed om te zeggen dat ik, ik altijd al uh, dagboeken heb bijgehouden. Okay, dus sowieso alright. zit schrijven in mijn ja. systeem. En ik heb in het verleden ook wel uh, vaker columns geschreven. Uh, nu doe ik dat echt lange tijd, elke week, uh, voor Billy. Um, maar uh, dus, dus schrijven en dingen van mij afschrijven zat sowieso in mijn systeem. Dus ik had ook op de boot uh, een dagboekje bij... En dat is grappig, want uh, daar staat heel weinig in eigenlijk. En ik schrijf daar er ergens op dag 7 van, ik wil heel graag in mijn dagboek schrijven, maar ik ben zo moe en misselijk. Punt. Mm -hmm. dus, uh, maar um, wat, wat ik daar heb meegemaakt, ik had dat niet door op het moment dat ik op die boot zat. Dus um, die inzichten uh, zijn pas later gekomen, als ik, ja, na een maandje toen ik terug was. Um, in Ergens onderweg trek ik eigenlijk de metafoor tussen het leven aan boord, op zo'n zeilreis, en het echte leven. En um, het was, uh, ik was, denk ik, begin december terug. En ik denk dat ik tien dagen later of twee weken later, letterlijk zo s'nachts wakker werd met zo, ik ga een boek schrijven <laughs> over um, het leven. En ik ga die metafoor trekken. En dat was meteen zeer helder voor mij. Wat ik wou doen en was het niet voor... Uh de grote publiek, dan was het in elk geval voor mezelf. Want ik vind dat heel interessant om te onderzoeken hoe het leven in elkaar zit. Om mm -hmm. te kijken hoe dat ik in elkaar zit. Hoe, hoe ik kijk op het leven. Hoe iedereen uh, kijkt naar het leven. En um, ergens onderweg is dus een boek geworden. Um, waar, waar ik eigenlijk mijn visie op het leven deel. En um, een voorbeeldje is bijvoorbeeld: um, ja, heel simpel, maar go with the flow. Dat is nu eens echt dat je op je zeilboot zit en er is geen wind. Dat is een bootmetafoor. Ja, 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 maar als je op je zeilboot zit en er is geen wind, dan gaat het niet vooruit. Ja. Eentje was, um, wij kwamen op een gegeven moment in uh, een storm terecht, maar wij waren dus allemaal onervaren zeilers, ja. midden op de oceaan. Zat daar er iemand ervaren op die boot ja, of wij niet? Ja, we hebben kapitein Piet... Van, ja heel veel uh, ervaring. Ja, ja, die, die zijn... <laughs> ja, hoe kun je anders kapitein? kapitein. Nou, dat zou wel noemen. de piet aan het roer. Ja, echt zo. Echt zo. <laughs> um, en, en de producer uh, had ook met zijn gezin drie jaar de wereld rondgezeild. Dus, ah, okay. ja, maar voor de rest, dat wil zeggen dat de tien andere mensen op de boot nog nooit hadden gezeild. Mm -hmm. En op een gegeven moment um, gaan wij in de storm belanden. Um, en dat is, ik heb pas achteraf op televisie gezien hoe heftig dat, dat was, omdat um, de kapitein ons niet vertelde, die, hij had uh, gebeld naar, uh, naar, naar, de, naar het vasteland. En uh, normaal was het Otto Jan Ham die dat tegen ons zei van, ah ja, zoveel knopen, zoveel wind. Ja. Uh, en op een gegeven moment uh, werd de telefoon doorgegeven en ik hoorde de uh, Piet zeggen, oké, okay, aha, uh -huh, nee, dubbel nu. En uh, wij voelden van, of ik voelde van, uh, er is iets dat wij niet mogen weten. Het is misschien <laughs> ernstiger, ernstiger dan we denken. Ja. En ik ben iemand die altijd, allee, of zoveel mogelijk, gewoon mijn uh, angsten en verdriet uit. Zeker op zo'n boot dacht ik van, ik ga dat gewoon zeggen. Dus ik vraag kapitein Piet, uh, komen wij nu terecht in een storm? Komen wij terecht in een storm? Want met een storm dan denkt het die een bootje gaat vergaan. Allee, uh, en die zei... Die Hoe heet die film nou weer? Dat je zo een boot zo tegen die gigantische golf ziet opgaan? The Perfect Storm. The perfect ja. storm. Ja, ja. Dus ja. Zo, dat was mijn doemgedachte. Geen goeie aan, dan ook niet, uh, die film. Uh... Maar dus ik vraag aan de Piet... Ja, ja het is niet ja, erg. Het is niet erg, nee. nee. Ik dan zie dat het. Stippen, maar... ja, nee, nou, we doen maar voort. Zo. Ik vraag aan de Piet, ik zeg, uh, kapitein, gaan wij in de storm terechtkomen? En hij kijkt naar mij en hij zegt, Evi, dit is geen storm, maar een onweer. Het is geen storm, maar een onweer. En dat is een metafoor die ik ook in mijn boek gebruik. Want als je zegt, we gaan door een storm. Hè, als je weet van, er komt hier een kei moeilijk gedeelte in mijn leven aan. Iedereen maakt zo van die periodes mee. Uh, op welke manier dan ook. Want shit, het is een vreselijke periode, maar ik moet hier door. En je zegt, het is een storm, dan denk je, oké, okay, deze ga ik niet overleven. Wat Piet toen bij mij deed, was eigenlijk zeggen: het is een onweer. Ja. En een onweer dacht ik, oké, okay, we moeten ons grap zetten. Maar een onweer, daar geraken we dat door. Kun dan. Ja. ja, en dus in zo'n metafoor in mijn boek, dus ik lees, leg het dan uit, uh, ik verwijs naar, 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 naar wat er gebeurd is aan boord, aan boord, en tegelijkertijd zeg ik, zeg ik ook van, weet je, als je voor een moeilijke periode staat in het leven, maak het eigenlijk niet erger dan dat het is, denkt, ik noem het geen storm, maar een onweer. Ja. Want dan verliezen de moed niet. <laughs> Misschien... Tot, tot dat je in een storm zit. Ja, maar <laughs> zolang dat je. Maar denk... misschien kunnen dat aan omdat je denkt dat het een onweer is. het is een onweer, is een onweer dat dus is, dat is een beetje ergens Dat is wel onderweg. vaak het geval. Alleen, alleen voor die mannen van The Perfect Storm was het. Echt een storm. Maar dat was fictie, zo, hè? Zo heel af en toe. Nee, dat is echt gebeurd. Ah, ja, dat ook. was based on a true story. Er ah. waren een bende vissers die dat, uh, ja, het wel best lange bevolgen hebben in die storm, maar ja, ze hebben het wel nee. niet gehaald. Nee, nee maar, dus, maar uh... wie weet ging het wel. Ah, dan... Ik ben nu, nu een uitleg nee, nee. niet aan het ondergraven, maar ik wou gewoon zeggen. Nee, maar uh, wat heb je eraan als je op voorhand denkt: shit, het is een storm. Oh nee, het gaat keihard zwaar zijn, ik kan het niet overleven. En als ja. je denkt: van, oké, okay, een onweer, dat is even hef 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 heftig, zet je schrap, oh. ramen en luik dicht, maar. Maar had jij daarvoor al op een boot gezeten? Nee. Want ik had dat vroeger als kind veel gedaan. En nee. dat is wel, als je dat de eerste keer doet. De zee is super dreigend. Mm -hmm. uh, ik vind 7. dat s'nachts vooral creepy. Ja, ja, maar als je op iets ja. kleins zit. Dus vooral op iets kleins zit. Op een ja. cruise, dat maakt niet uit. Maar op iets kleins, zeven boffoir. Ik bedoel, er was een tijd dat die, overboten, die overzeeboten naar Engeland. was 11, 12 boffoir in die vaarden. Hè? Maar zeven boffoir op een klein ding. Mm -hmm. dan gaat aan ja, alle kanten uit, Ja, 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 ja. Uit, hè. ja, 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 ja. Een, Dus als je kapitein dat zegt, dat is, ja. Ja, maar dus we bleken dat dus inderdaad de knopen, um, wij dachten dat we tegen dat de wind 12 knopen was, en dat was eigenlijk 24, maar dat mochten wij niet weten. Dus wij mochten niet voelen hoe heftig. Dat was het woordje het... dubbel dat Ja, dat was het woordje dubbel. Aha, dubbel. <laughs> <laughs> maar, maar... Wat bedoelde dubbel? Is dat goed dubbel? Hebben we twee keer zoveel gewonnen <laughs> of? Uh... Ja, het, 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 uh, ik heb wel ook ooit eens meegemaakt. Dat was met een vrijgezellen van een maat van mij. Dat was ook kei belachelijk ook want wij gingen alleen maar varen van, ik denk van Nieuwpoort naar Oostenden of zo. Dat was zo'n soort vrijgezellen, Hé, hey, allemaal op een boot, en we gaan naar daar, en we gaan weten, en dan varen we met die boot terug. En wij varen uit, en er steekt een storm op. En, ja. en een serieuze. En wij voelden al van, wow, dat is hier wel... Want het is wat jij zegt, Andries, als je op een kleine boot zit. Maar een grote boot is ook gestoord, omdat wij die cruise gedaan hebben, met, hè, die metal cruise. Wat dat doet, is dat doet het met je equilibrium ja. in je kop. Ja. Ja. Dus je kunt wandelen en een gevoel hebt dat je zat bent, puur en alleen omdat dat beweegt, maar, maar je ziet dat subtiel. niet bewegen. Ja, ja, ja. Dus je voelt alleen je waterpas van binnen heel ja. de hele tijd. Maar daar, ja, dat was inderdaad dat je zo... Ja, ja, ja. En op een bepaald moment was er zo een van die. Uh, ja, ik, er gaat weer een, een scheepsterm voor zijn, maar dat is zo die, die twee haken waar je een touw rondknoopt. Een bolder, is dat? nee. Alleen een dingetje. Een winch? Ja, ja, ja een ja, bolder is op de kaai, zeker. Ja, ja zwart. Ja. Maar in ieder geval, dus, hey, waar dat de touwen rond zitten, die twee vijzen waren gelost, dus dat springt eruit. Ai, 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 en die ai, wind ai. Uh, zwaait dus die kabel met dat ding in het rond. Dus dat woe. En dat begint in te slagen op die boot aan de zijkant. Dus dat begint er ook zo ja. deuken in te kloppen. Dat je ah. denkt, oh, wow, wow, wow. Dus dat was dan... Alle chance hadden wij nog een andere gast bij die je gezeild had. En die zegt, ik pak het roer wel over, dan kun jij dat gaan doen. Ja. Maar als wij die niet hadden gehad, dan had een van ons dat moeten doen. Hè. Dan had ik gezegd, oké, okay, ik zal dat wel doen. En dat is niet zo vanzelfsprekend. En wat, hè? Ik ook, wat ik ook geleerd direct uw vrienden kennen. Want ik kende heel weinig van die gasten. Maar die doken allemaal... De weg. weg naar beneden zo. En ik en, de Nalijn, en mijn matan, wiens vrijgezellen het was. Wij zijn dan samen met die ene gast dat kon zeilen boven gebleven, om te zeggen: ja, als ik iets moet helpen of moet vastpakken. Of moet... Maar wij zaten er te gaan. Maar wat die natuurlijk niet door hadden, dan je beneden zit. Veel erger dat, dat is, de, Die kwamen allemaal groen naar ja, boven. Hè. Ja, ja. Terwijl wij zoiets hadden van: nee, ça va, want ik kan zien wat er gebeurt. Ja, dus ja. ik kan meegaan. Hè. Ik heb zo een angstaanval gehad op dat schip. Dat is ook op tv te zien. Um dat ik, uh, ik kon al uh, heel slecht slapen. Ik moet gewoon veel slaap hebben. Dat lukte niet op dat schip. En uh, ik had het al aangegeven van mannen, ik ben echt super moe. Maar je hebt mensen die dat om kunnen met weinig slaap en ik mm -hmm. kan dat echt niet. En ik wist ook dat dat mijn grootste probleem zou zijn. Dus ik had zeker al ja, 24 uur echt niet, of een paar uur, maar zeer slecht geslapen. En ik was kapot. En op dat moment uh, lig ik uh, s'nachts wakker, en ik hoor op het dek en ik voel die boot echt bam bam links, rechts, en je hoort ook dat ja, als je daar beneden ligt je hoort ook echt die oceaan ja, alsof dat je ook tegen dingen botst, maar dat, is, dat zijn gewoon de golven en ik, uh, ik hoor boven op het dek de onderkapitein of de tweede kapitein zeggen kom aan Otto-Jan, kom aan je moet uh, loeven, loeven of zoiets, Loof, loef, loef en dan dacht ik, oké, okay, loef, oké, okay, nu gaan we naar links gaan. Dacht mm -hmm. ik. En wij, 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 wij kantelen de ah, foute kant uit. Dus ik rol opzij en ik hoor ook zo, bam, bam, bam. Ho, 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 ho. ho. Dus weer dat schip uh, recht. En ik lig daar echt, echt angst te hebben. Dat gebeurt bij mij niet veel. Echt angst. En dan hoor ik uh, de tweede kapitein zeggen, ja, Otto Jan, en als je zoals nu... Gemerkt dat je het schip niet in de hand hebt. Ik hoor dat schip zeggen. Dus ik ga rechtop in mijn bed zitten. Uh, en toevallig komt de, uh, Charlotte van der Meers. Die komt uh, naar beneden. En die zegt: Evi hey, Sava. En ik zeg echt zo: Ik heb schrik. Ja. En ik zei dat. En ik, ik, dat was alsof dat ik dat niet zei. Dat was een klein meisje dat dat zei. En ik zei letterlijk: Denken jullie dat je dat niet voelt? Dat je mm -hmm. dat niet hoort? Dat het schip even niet onder controle was. En voor mij was dat echt van. Ah mannen, wat zijn wij hier bezig? Sorry, ja, maar ja. Het, was nacht, hè. het was nacht. Het was nacht, dat is al niet makkelijk om te zeilen. Dan gaat Otto Jan die gaat dan een beetje s'nachts zeilen en ik hoor nog <laughs> wat er gezegd is. Plus met mijn oververmoeidheid, dus dat was een paniekaanval. Ja. En um, dan uiteindelijk heb ik mijn reddingsvest omgedaan en dan ben ik zo in mijn bed met mijn reddingsvest in slaap gevallen. En dan hebben ze mij laten liggen. Ze hebben ze mij vier, vijf uur laten slapen en toen was ik natuurlijk slecht gezind als ik wakker werd, dat ze mij niet hadden wakker gemaakt want dan vond ik dat heel erg dat ze zogezegd voor die arme Evie hadden gezorgd, terwijl dat is normaal op een boot, dat je voor elkaar zorgt. Het was, en... ook, het was ook natuurlijk omdat je ook gezegd had dat je slaap nodig ja, had dat ja. ik denk dat veel van die mensen zoiets hadden van we zullen die maar niet natuurlijk en, 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 en later <laughs> hebben dat ook met anderen gedaan High maintenance noemen ze dat Ah ja, voilà, en nee nee maar hoe reageer, hoe, hoe reageer ik ja, uh -huh. Hoe jullie maken mij niet wakker ja. Hoe? Ik heb dat niet hardop gezet. Ja. Ik heb gewoon even zachtjes gehuild op het dek. <laughs> en zo dan met de... de wind in uw haar. Ja, ja maar dat, was wel, dat, was wel, dat heeft mij wel iets geleerd. Uh, want ik was toen heel ja, bang en gefrustreerd. En ik was wel heel blij dat ik dat heb gezegd. Want blijkbaar heb, mensen dat, hebben mensen dat ook wel gedacht op dat schip. Af en toe, als het te, te heftig ging. Maar niet iedereen. Zeg dat. Ja. En, en het feit dat ik dat zei, ik heb dat op de schip niet gemerkt, maar hoorde ik achteraf van Amai Evi, jij, jij durft dat benoemen dat je schrik hebt, dat je moe bent, dat je het heftig hebt. Mm -hmm. En daardoor begonnen andere mensen dat ook te zeggen, maar. Ja, dat is lief dat ze mij dat achteraf, achteraf hebben gezegd, maar ik had dat liever gehoord op het moment zelf. Van. Ik denk dat dat voor iedereen. Ik kan me dat voorstellen dat je daarop zit op zo'n boot en je maakt dingen mee waar je van binnen bang van wordt. Hè? Want dat gaat denk ik inderdaad iedereen in begat. Tuurlijk. Kan ook niet anders, zeker als je niet een ervaren En soms zijn er zelfs dingen waar een ervaren zeiler bang van wordt. Hè? Ja, ja, ja. Dat je weet van fuck, deze is niet normaal. Maar als je dat meemaakt, dan denk ik wel dat dat, dat ook een beetje nu hoe zeg je dat coping is van te zeggen als ik het niet benoem, dan is het niet zo. Ah, oké, okay. Zo snap dat? Ah, ja, dat nee, je dat je nee. dat dat eigenlijk die innerlijke manier is van te ja. zeggen het is een onweer, het is geen storm. Ja. Ja? Want het moment dat je gooi dat ik bang ben, dan ben ik bang. Ah ja, ja terwijl het als ik op zijn. dat moment zeg, nee nee, je gaat daar door, dan kun je achteraf zeggen, oh, amai. ah mij. Ja. Maar op dat moment zelf is dat de manier om daarmee om te gaan met die ja. angst. Ik denk dat dat, dat, dat bij, van persoon tot persoon verschilt, Zeker, schild, hè. zeker. bent zijn misschien altijd ook misschien opgegroeid en hoe dat gaat zijn? Met heel verbaal te zijn, met hoe jij je je eigen voelt. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat, dat niet doen. Nee. En waar dat je wel, Die dat dan soms blij zijn inderdaad dat iemand anders het in hun plaats doet. Ja, want dan hadden ze, van, ze, zo, ze zijn zo niet oh, alleen. Oké, okay, ik ben hier niet de enige dat hier in zijn broek gaat. Want natuurlijk, dat, dat is wel het nadeel ervan. Als je, als je met vijf, en het dood, gewoon aan de schrik en niemand benoemt het, dan zitten daar allemaal kapotte gaan en blijft die spanning hangen. Mm -hmm. En als dan niemand zegt, manneke, uh, dat is, vind ik toch wel een beetje dat iedereen zo, oh, ja. hè, dus het kan natuurlijk ik, ook. Ik op, heb uh, ook op een gegeven moment gezegd van mannen: um, ik voel me niet zo goed in de groep. Echt zo, dag vier, dag vijf. Al <laughs> uh, oh, wordt het die of uh. Nee, nee, maar ik zei dat gewoon even, maar, maar ik dacht ook: van wat ga ik hiermee doen? Ik voel dat. Ja. Yeah. Maar ik wist ook wel, dat is misschien omdat ik moe ben. Maar dan vaak, als je dat, als je, je niet goed voelt in een groep, dan gaat u zo wat beginnen aanpassen of u in bocht te vringen. En ik wist gelukkig van, als ik dat doe. En ze vinden die andere Evie ook niet tof, ja, hoe ver van huis zetten dan, letterlijk en figuurlijk. Um, dus ik dacht, ik ga dat gewoon even zeggen. En. Um, ja, ook toen begon iedereen te vertellen van, ja, maar ja, ik heb het ook moeilijk. En, en, en toen zijn er, en toen Dejani, Casalsis, ja, ja. Een topgast, die beaamde dat ook. En die begon er wat grappen over te maken. En toen begon iedereen er grappen over te maken. Maar dat was een enorme opluchting, dat ik dat wel had gezegd, de dus seut. Gewoon niet om iets gedaan te krijgen, hè, maar gewoon van, voilà, ik voel mij hier een beetje raar in die groep. Ja. Terwijl dat iedereen er dat had, en waardoor dat iedereen ook zeer begripvol daarna uh, met elkaar omging. Alleen altijd al, hè, maar dan wisten we van elkaar... Nee, nee maar okay, dat is anders. Hè, spanningen je, zijn er. Dat snap ik. Zou dat... Mm -hmm. Want ik denk, iedereen dat er al meegedaan heeft, dat is iets dat je waarschijnlijk nooit van hun leven gaat vergeten. Ja. Um, is dat een one... En dan gewoon omdat je zegt: het was fantastisch, maar ik hoef dat niet terug te doen. Ja, ja. Want je kunt perfect iets geweldig vinden, maar het nooit meer willen terugdoen. Nee, in mijn boek staat ook: je uh, hoeft de oceaan niet over te zeilen om gelukkig te zijn. Ja. <laughs> ik denk dat dat zoiets is als uh, een bungee jump, maar dan een hele langgerekte, gevaarlijke. Of um, zoals dat mensen zo de Himalaya beklimmen of zelfs naar Lourdes stappen. Zo van: wauw, ik heb dat gedaan. Maar ik, het is, ik, ik kan ook niet zeggen van aanrader. Eh, sommige mensen op het schip... Imke Courtois, dat is echt fantastisch. Die heeft zich echt ontpopt tot een, een, een zeilwijf. Uh, mm -hmm. en, maar, en ze had dat toen ook van... Oh, wow, fantastisch, ik zou meteen weer meegaan en dit en dat. En als mensen mij vragen... Ja, zou dat iets voor mij zijn? Dan denk ik... Mm, ja... Maar is dat dan het zeilen of het feit dat je in een kleine ruimte met veel mensen zit? Want je had is het daar. En het is het niet per se het feit dat je op water zit en in een dat, boot zit. Dat had ik niet. Want ik had dan... Uh, nee, het is gewoon. <laughs> ik bedoel zeggen als het morgen is, we gaan uh, Machu Picchu doen met de rugzak. Ja, dat op... heb ik al gedaan. Ah, 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 ja, ah. Dat, dat is drie dagen afzien ja. en, maar dat je voelt je niet in levensgevaar. Um... Of een Antarctica-expeditie. Dat is een, dat heftige... al een ander verhaal. Dat is al een ander verhaal. Ja. <laughs> ja. Dat denk ik dat een beetje dat, dat nog extremer. <laughs> Daar, is. Daar wordt al wel eens een gesprek nee, gevoerd, denk ik na maar, een paar weken. Um, ik denk dat het wel goed is dat als je uh, iets hebt gedaan, zoals die zeilreis, waarbij dat je voelt. Dat er, je kunt daar niet weg. Dat is het vooral. Um, je kunt, er is geen boot dat u volgt. Er is geen helikopter. Je kunt niet even bellen met je familie. Um, dat is ook een beetje de metafoor die ik trek uh, in mijn boek Ergens onderweg en het echte leven. Um, de reis is het doel op zich, niet de bestemming. Dus wij wisten ook niet wanneer dat wij zouden aankomen. Er is ook niets dat op ons wachtte. Dus het enige wat je doet is op die eindeloze oceaan dobberen, hopen dat het er wind is en naar de overkant geraken en je hebt weinig luxe, maar dat miste niet, wij hadden gelukkig Dominique personen met heel lekker eten had je altijd klaargemaakt, maar <totstuk> zo dat klein extrake zo ja, 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 dat heeft alles je wou helemaal niet mee, maar dus niet dat dat je moet gewoon je <totstuk> zitten met je visla en zo van godverdomme man, wat ga ik het weer worden vandaag nee, maar vandaag. Het, is, het is gewoon iets van, je komt jezelf uh, wel tegen, op zo'n extreme manier, dat ik niet weet of dat iedereen daar voor gemaakt is of zin in heeft. Ik denk mensen met echt een kort lontje en, en, en die het moeilijk, moeilijk hebben om zichzelf eh, in te houden um, en die dat bijvoorbeeld als ze thuis zijn en het moeilijk hebben in gezelschap even naar buiten gaan en op een boksak kloppen, ik zal maar iets zeggen, dat gaat niet als je op dat schip zit. Je kunt daar niet af, hè. Je kunt... Dus daarom denk ik van ja, als je... Als je een... Daarom denk ik dat zo'n zeilreis dat ik die niet aan iedereen kan aanbevelen. Of misschien is dat natuurlijk ook net leuk omdat jij zo iemand zei om dat ook eens te doen. Zo sommige wel? van die ja dat jij je, je eigen ook eens een keer moet ver, allez, moet zetten in een positie waar, dat je, waar dat je normaal nooit in zit. Ik, ik zelf? Nee iedereen dat dat ja, doet. Maar, omdat je zo'n soort comfortzone mm -hmm, ding Ja, Maar dinget, dan hè? is een uh, die zeiltocht is dan echt levensgevaarlijk. Ik heb, mm -hmm. ik heb genoeg reality genoeg realityprogramma's gepresenteerd en mijn Expeditie Robinson. Kwamen mensen daar dan ook achter van shit, ik ben eigenlijk iemand die moet vluchten of die niet in een groep kan leven? Dan kun je nog altijd naar de andere kant van de eiland gaan en op je eentje schelpjes uh, verzamelen. Ja. Of je kunt je echt vragen van stem mij eruit. Of dat gebeurt ook uh, regelmatig, of dat gebeurde regelmatig: van als ze als stoppen doorslaan, van oké, okay, je wordt voorzichtig uit de productie gehaald. Dat kan niet op dat schip. Je mm -hmm. kunt daar niet af. Dus ja. voor mensen. Ja, ik zou dat dan precies toch dan eerder de Himalaya gaan beklimmen, als je... Nou, Al dat uitstoot. je maar inderdaad 50 meter verder even op je gemak kunt zeggen da mm -hmm. Dat gaat niet, hè. Ja. Dat vind ik ook nog wel wat je daarnet zei, superinteressant. Uh, uh, want ik heb de reeks ook gezien dat je eigenlijk kwetsbaar opstelt, maar kwetsbaar opstellen op een tv is ook soms er slecht uitkomen. Ah hè? ja, ja, ja. Mm -hmm. Niet dat je er slecht uitkomt maar je weet dat dat risico is, zeker als je zelf ook tv maakt. Ja. En ook reality en zo draait. De seconde voordat je dan beslist van, uh, ik ga dat even benoemen, ja. um, ben je je dan bewust van, want dat is, ik ben je, dat zou ik ik hebben, dat je toch zo wat denkt, dat je wel aan de consequenties denkt? Of zeg je op dat moment zo hard alles vergeten dat het er gewoon uit moet? Begrijp wat ik wil zeggen? Nee. Veel mensen durven dat niet zeggen, omdat je weet gewoon, er is een kans dat ik hier ja. niet hoe het uitkomen, dat ik het niet op de goede manier kan zeggen. Tuurlijk. Uh, en het feit dat ik mij... Als ik jonger was geweest, had ik daar niet bij stilgestaan. Maar je doet ervaring op. In het feit dat je wat ouder bent en dat je jezelf een beetje kent, en ook wat de gevolgen zijn van heel open te zijn, dat je ik heb al een paar keer dekselkaart op mijn neus gekregen, net omdat ik mij kwetsbaar opstel. Dus ik, uh, ik heb dat wel, zoals ik er net zei, even overwogen van ja, wat als ik mij aanpas en dat niet zeg. Maar ja, toen bedacht ik echt van. Ja, ik moet dat gewoon wel even kwijt en dan weet ik tenminste waar dat ik sta. Um, ja, in mijn boek heb je dat genoemd van, uh, wees altijd jezelf, ook al blijkt je plots niet zo leuk te zijn. Dat <laughs> dacht ik toen wel echt, van oké, okay, ja, als ze het dan niet leuk vinden, maar ik voel mij niet goed in de groep zoals ik nu ben. Als ik mij ga aanpassen, zal ik maar zeggen, hè, proberen dat, dat ik mij wel zo gezegd goed in de groep zou voelen, dan... En ze vinden mij ook niet leuk, dan, dan, ja, dan wat dan? Terwijl, langs de andere kant, besef ik ook hoe, dat, hoe ik mezelf voel en hoe ik denk dat de mensen naar mij kijken, dat dat vaak niet klopt met hoe het echt is. Want mensen zijn helemaal niet zo hard met je bezig. <laughs> mensen zijn met zichzelf bezig. Dus, um, en. En ik besef ze ook wel heel goed. Want het staat letterlijk ook in dat dagboekje dat ik bij had, van ik ben super, super moe. Dus ik ben heel kwetsbaar en daarom voel ik mij slecht. En dat is ook wel een beetje mensenkennis, natuurlijk. Dat ik wel kon koppelen aan wat het lag. Um, dus om even te zeggen, ik wist dat ik wel een risico nam met het te zeggen. Langs de andere kant. Als je drie weken met mensen op een bootje op de oceaan zit, en je kunt niet zeggen tegen die mensen: mannetjes, ik voel mij niet zo goed. Ja. Dan is het toch nog zwaarder, denk ik. Hè? Hmm. Je, je, letterlijk, wij sliepen in elkaars zweet. Hè? Wij sliepen vier uur op, vier uur af. Je maakt elkaar wakker, uh, je, je, ja, je ziet elkaar hoe dat is. Hè? Je bent je bang, je bent moe, je bent vuil. Um... Kon je eigen wassen daar eigenlijk? Was ja, ja. er een uh, mogelijkheid? Dat Zeker, wel, uh, ja. ja, ja. ja. Uh, dan mochten één minuut. Nee. Met uh, Dys scheurbouw. Dysenterie. Scheurbouw. Ja, inderdaad. Oh, het is zover. Nee, nee. nee, nee. Nog een explosieve diarree. Nee, ja, ja. dat viel allemaal goed mee. Okay. Ja, ja, ja. Allright. Nee, nee. nee. Wij konden dan één minuut douchen met, met uh, zoet water. Ja. Um, maar dat was toch vooral om. Um... Je stinkt niet op die boot, hè? Nee, nee. Dat is heel raar. Dus er is ook. Want je wordt ook niet vuil. Nee, want... dat is andere en je krijgt ook. Je zeelucht ook niet... is ook nog iets totaal anders. Ja, je en je zit, gaat ook ja. niet in het bos wandelen of in nee. de stad wandelen. Dus je nee. kruipt op die boot en voor de rest, het is niet dat er blaren op die boot vallen of modder ja. opvalt. Dus eigenlijk, ja, dat is puur dat, dat, die zeelucht. En um, ja, dus, dus dat, is, ja, dat is wel zot. Je stinkt niet zo. Nee. Nee. Niet zo, dat is wel tof dat je dat zegt. Nee, niet, maar zo, ik kan... niet zo, gelijk anders. Nee, maar, maar ik, kan me, ik kan me eigenlijk niet voorstellen, niet meer, dat ik echt uh, mensen heb geroken. Behalve als ze een goed luchtje op deden, uh, dan, uh, dan roken we het wel. Maar het is niet dat ik dacht van, oh my, die stinkt. Terwijl dat ik dat wel regelmatig denk. Als ik in een busje zit met mensen bijvoorbeeld. Ja. Ja. All right. Nou, het is wel... Uh... Ik, want je, je, je hebt al zo'n aantal dingen, hè, want dat is klaarblijkelijk wel iets dat jij doet in je boeken. Dat is hè, je, uh, je ervaring met die oversteek, maakte eigenlijk een metafoor met je leven. Ja. Hè. En dat is eigenlijk ook een klein beetje met je nieuwe boek. Alleen vind ik ook dat je daar nog eens een keer, en dat vind ik wel, wel cool eraan, dat je zo toch even zegt van, ja, ik ga hier gewoon even op een rij zetten voor hoeveel gelegenheden dat wij alcohol... Gebruiken. Hè? En ik denk dat dat ook iets is. Want waarde jij nog aan het drinken toen, dat je die een oversteek gedaan hebt? Met die, uh... ja, 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 maar toen heb jij ook niet zoveel gedronken. Toen, toen, ja, dan zit, dan, dan. Pas op, er is wel een scène, je ziet ook op televisie dat ik en, uh, en Charlotte zo uh, eindelijk na. Nou Vier, vijf dagen zo een wijntje mochten drinken. Echt, we zijn precies twee giggelende pubermeisjes. oh alcohol, oeh, oh, glaasje. Maar um, er was eigenlijk niet toegestaan om, uh, om, om veel te drinken op die boot. Waar, dat, waar dat je ook geen zin in had, omdat je natuurlijk moe en misselijk zei. Ja. Maar. Um... Want hoe erg is die misselijkheid eigenlijk? Is dat constant? Is dat soms? Heb je... ja, maar... Is dat iets waar je echt zegt van. Ik zal nu maar zeggen, als je iemand zegt dat, dat al die al snel uh, overgeeft of zo, zeg jij iemand dat dan. Als je die een trip doet, veel over de zijkant hangt? Of? Uh, ik heb niet gekotst, maar ik moet wel zeggen... We hadden de productie had speciale pillen laten draaien bij zo'n heel bekende dokter in Deurne. Voor mm. zeilpillen, echt zo. En uh, ik heb wel vanaf het begin... Heb ik echt, normaal was dat één pil om de twaalf uur. En ik deed gewoon één pil om de zes uur. En ik ben dat eigenlijk... Ik ben dat gewoon beginnen doen en blijven volhouden. Mm. En, en sommigen zijn gestopt omdat die zeiden: Ja, mijn lichaam moet eraan wennen. En ik dacht: Wennen over drie weken zijn we terug aan land. <laughs> Fuck that. Ja ja, 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 ja. Maar dat is ook een, een andere manier van. Allee, sommige mensen uh, kunnen dat aan en, en, en vinden, halen ook um, hun identiteit en hun kracht uit. Kijk hoe hard ik afzie. Alleen maar niet. Like, ja, of u ergens over zit. Ja, zeggen van ik voilà. voel dat en ik moet daar door. Ja, en ik denk, ik so. voel dat, maar ik heb hier een pilletje aan boord. Maar I have chemistry. Ja, inderdaad. <laughs> ik heb, uh, maar maar um, dat is. Dat, bedoel, dat is zeer heftig om te, om te dragen, die misselijkheid, omdat dat eigenlijk ja, zo goed als constant is, en dat putt u ook gewoon uit. Ik kan je, me wel voorstellen. Ja. Als je echt zeeziek bent, dat is. Stilletjes huilen om uw mama. Hè. Dat is <laughs> er staan boeken van volgeschreven van dat mensen, omdat ze zo ziek zijn van zeeziekte, dat je overboord wilt springen. Hè. Dat, 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 je, dat gevoel, dat is, ja, je wilt stilletjes sterven. Dat is een heel heftig. Dat is ook niet van, ah, oh, en ik kots is gewoon het Nee, nee, dat gaat verder. Dat is. Ja, dat is, dat is uh, heel de tijd. En ik herinner me ook dat wij um, s'nachts, och uh, de cameraman, de regisseur was ons aan het filmen. En ik was een uitleg aan het doen over, uh, over uh, uh, bekende mensen, over uh, een rockconcert van Otto Jan Ham en ik. En op een gegeven moment, dus de cameraman is aan het filmen en uh, Thijs was daar. En dus die filmt dat. en die zegt, wacht even. En wij wachten en die gaat echt over boord hangen. Ja, ja. En die kotst en je begint terug te filmen. En dan denk je, my wauw, dan ben ik echt met ja, van, ga even zitten en eet een koekje. En... Dat was ook wel mooi aan die zeiltocht, van dat je echt allemaal in hetzelfde schuitje zit. Ook de regisseur, ook de producer, mm -hmm. ook de cameraman, ook de geluidsman. Ja. Iedereen zat op dat schip. Dus ja, dat was eigenlijk, um, iedereen voelde zich misselijk. Dat was eigenlijk wel heel schoon. Op, op, op een soort van manier, als je er dan afstapt. Welke metafoor van het leven heb je daaruit gehaald? Heb je daar iets over gezegd? Dat je misselijk door het leven gaat, maar dat je toch denkt, ja, wat haalt daar het ja, beste uit? Ja, of? slik je pillen. <laughs> dat, is, ja. dat is wel een goeie. Ja, ja, so, maar, take the medicine. Ja, dat is eerder van... En nu, grappig, want daar stond ook in van, als je door een moeilijke periode, periode gaat, zet dan... Niet te streng voor jezelf. Drink dat glas, zei ik nog in dat boek. Mm -hmm. Slik die pillen. Gun jezelf uh, een beetje ja, luxe. Maak het jezelf mm -hmm. zo comfortabel mogelijk. Je moet u niet bewijzen. En onlangs kreeg ik een berichtje van iemand die zei... Ja, maar Evi, nu zeg je dat je niet meer drinkt. En in dat boek zei jij van uh, drink, allez, drink dat glas. Mm -hmm. Dus ik zeg ja, misschien zou ik dat nu zeggen van... Oké, okay, eet die shokelt of, mm -hmm. uh, of, of pak, pak iets anders u, dat u je, ja, verwen jezelf, of, of maak het u niet moeilijker dan dat nu wel is, als je door een moeilijke periode gaat, probeer jezelf dat niet te bewijzen door geen pillen te pakken, door, ja, door het mm -hmm. u nog moeilijker te maken. Dus ja, ik heb daar ook over geschreven. je drinkt niet meer. Nee. Hè? Maar dat was een moment. Hè, want want dat, is, dat is wel het, we uh, gaan het er allemaal over hebben met die boek, maar. Er is natuurlijk een startmoment. Ja. Zo'n moment dat je ja. denkt, hè, want zoals je zelf al er net aangaf, hè, ik was niet rock bottom, je wordt niet iemand waar mensen rondom van zeggen, ja, dat is overduidelijk een probleemdrinker. Nee. Hè? Terwijl, nee. als je eigenlijk kijkt naar wat er veel in je boek staat, zou je bijna zeggen dat heel veel mensen balanceren op de rand van dat te zijn. Zonder dat je dat eigenlijk doorheet. Mm. Omdat je zo'n soort. Je hebt dat ineens toch wel voor van alles nodig. Mm. Ook al is het niet nodig, want je geeft jezelf altijd wel het idee het feestje is niet plezant, het gesprek is niet interessant, ik ben niet interessant, mm -hmm. noem het allemaal maar op. Hè. Er zijn enorm veel redenen waarom dat je zou moeten drinken. Maar je hebt wel een moment gehad dat je zegt, nee, voor mij niet meer. Wat, ja. wat was dat? Ja, ja en nee. Um, eigenlijk ben ik gestopt. Een, een kleine maand nadat ik terug was van de oceaan. Dus die mm -hmm. oceaan, die, die reis heeft mij wel iets, iets aangewakkerd. Ik heb tijd gehad om mijn leven te overlopen. Was het omdat je niet veel dronk op die een boothoek, dat je ineens nee. door had? Of totaal? Niet? Nee, 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 nee. nee. Uh, ik ben, ik, in het verleden stopte ik wel regelmatig. Eens, zoiets eens een maand. Ik, ik denk in 2014 ben ik zoiets zes maanden gestopt. Mm -hmm. Sai, is de zes maanden van mijn leven. <laughs> um, dus ik, ik was mij wel uh, al langer bewust dat, dat mijn, uh, mijn drankpatroon of mijn drankgedrag, dat ik, ik voelde, mm -hmm. en niemand in mijn omgeving voelde dat, maar ik voelde diep in mezelf, dat dat mij eigenlijk meer slecht dan goed deed. Mm -hmm. ik, dat was echt een gevoel. Ik bedoel, ik had vreselijke katers, maar zelfs katers dat niet waard waren, zei ik de volgende dag. Van kom aan, als je met vriendinnen gaat eten en je drinkt wat weinig, ze zit wat in de wind, en het is kei tof, de volgende dag echt ziek in je bed zijn, depressief, en dan nog een week aanvoelen, dat is, dat is niet... Dat ja. is niet waard. Ja. Het is uh, niet dat het een wild feest was, het was gewoon een avond uit, dus zo erg had het niet moeten zijn. Voilà, ja ja, 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 ja. En, ehm... Um, um, ja, het is, het is zo weer, die laatste maand van december, toen ik terugkwam van die boot, dat ik dacht van... Ik kan toch nog eens uh, stoppen met alcohol. En ik heb dan eigenlijk uh, in mezelf een datum geprikt. Ik heb dat nog niet meteen aan vrienden gezegd. Zeker niet direct aan mijn lief gezegd. Mm -hmm. Dus ik denk een, paar, ja, zo een weekje, um, kerst 2019 dan, dat ik echt speelde met het idee, oké, okay, 1 januari ga ik stoppen. 1 januari 2020 ga ik stoppen. Maar ja, dat is dan nog een weekje. En, um, en dan heb ik dat mijn lief wel gezegd. Um, en toen ben, zijn wij nog eens ene keer goed gaan eten bij vrienden ja. um, met veel wijn, maar wijn, zo'n avondje keilijker gekookt, goede wijn, supergezellig aan tafel, uh, gediscussieerd, gelachen, dan naar huis gesukkeld met de fiets, dat in mijn boek, want ik kon eigenlijk niet meer fietsen mijn liefkaart kaart, ontlachen. Je neemt dat ook nog gefilmd. Um, dat is altijd goed, hè. Ja, maar niks, niks aan de hand eigenlijk. Maar dat was, toen werd ik wakker en toen dacht ik, dat was 31 december 2019. En dan was dat wel zo'n soort van bevestiging van, voilà. Je hebt hem al gehad, uw laatste kater. Um, dat was een goede een start zijn om dan echt uh, daar uh, een jaar niet te drinken. Want dat was de bedoeling. Dat is ja, misschien ja. wel een belangrijke. Ja, ik ja. ging één jaar niet meer drinken. Omdat ik wou weten wat het met mij deed. Het feit dat ik mij vaak niet goed voelde omdat ik dronk, dat wist ik al. Uh, maar dan al die fantastische verhalen die, die ik ook las van mensen die zeiden. Het leven is fantastisch als je niet drinkt en je haar groeit en, en je gezicht uh, wordt mooier. En ge je Valt keihard veel af. Dat, dat geloof ik ook altijd, niet. Altijd een hele goede om ik, mensen over ja, de streep te trekken. Ik noem dat een tourist trap. Ja, nee, ja, ja. ja. Um, dus, dus um, ik wou echt. Een echt stuk van het kruis van Franciscus van Assisi. Really? Wat, hoe groot was dat kruis? <laughs> ja, zo. Uh -huh. Maar dus ik dacht: van ik ga een jaar niet drinken en uh, ik hou daarbij in een dagboek en na dat jaar. Kan ik a zeggen dat ik een jaar niet gedronken heb. En weet ik ook, kan ik ook zeggen tegen de mensen: van. doet er niet toe zo'n wijntje, het heeft voordelen. Maar. Nou ja, ik, dat was echt één jaar was het plan. Maar uw inleiding zegt ook nog wel een aantal andere dingen. dat ik wel interessant vond. Dat is niet alleen dat je, dat je wakker wordt met je kater. Mm -hmm. en beseft van. maar dat je ook um, op een bepaald moment op dat feest. ook nogal aanwezig wordt, ja. hè? nogal heel veel. Te Noten, zeggen, wat veel, ja. veel in herhaling vallen, ja. want dat is ook heel vaak wat mensen die daar waar veel gedronken hebben doen. Hè. We zijn er allemaal al schuldig aan geweest, denk ik. En dat ervaarde jij natuurlijk niet zo, want jij vindt je eigen mega interessant op, op dat, dat moment. moment hè, want alles wat jij zegt is natuurlijk fantastisch. En je wilt het dan herhalen, dat de anderen dat zeker snappen. Dat ze snappen. het zeker doorhebben, want uh, die zijn dan ook ineens allemaal achterlijk. Terwijl dat, dat niet is hoe dat jij denkt, want jij denkt, nee, nee, I really want to make my point. Ja. Maar voor iemand dat natuurlijk dat aan de andere kant zit kunnen ze weer hebben van: oh, hè. wanneer kwam dat besef? Was dat ook als ze dat filmpje lieten zien, of dat uw vriend u erover aansprak en zei: ja, je wordt wel een beetje. Ja, dank, dat, of... dat, ja, dat, ja. Is, dat is zo vaag dat je dat beseft, maar dat is keihard grappig, want dus, mannen die halen uit heel die, dat voorwoord, halen die dat eruit. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat ook iets is dat vooral mannen herkennen. Uh, dus, dus dat, 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 dat idee van dat je aan tafel zit, dat je wat te veel wijn drinkt en dat je dan begint je punt te maken en nog eens je punt te maken en eigenlijk niet meer luistert naar wat de anderen zeggen ja. bij ons ging het over politiek en ik heb echt heel het Belgische kiessysteem op mijn eentje uitgevonden, heruitgevonden <laughs> En uiteindelijk... Ik had daar iets van opgeschreven, want wie weet zit daar nog Ja, maar dat kwam eigenlijk, gewoon, kwam eigenlijk een beetje neer op hoe dat nu al is. Basically. Ja, maar ik weet wel dat ik dat was aan het herhalen. Dus ik, het was niet dat ik, dat ik, dat ik, dat ik daar een blackout van, van had of zo. Dus dat weet ik allemaal nog. Maar dus dat was aan zo wakker worden en denken, oh my god, ja, we hebben het daarover gehad. En ik bleef er maar over bezig. En mijn lief zei ook van, ja, mai. Je viel wel in herhaling, je dacht wel dat het... Uh, Allee, dat ik... Mm -hmm. Dus dat was wel pijnlijk, maar ik moet wel zeggen, die mensen aan tafel hadden ook allemaal goed gedronken. En het was heel gezellig. Ja, ja. Maar dat was zeker een dat ik dacht van... Damn, ik ben weer zo fel geweest. En ik ben... Ja, dat je toch ergens... Ja, dat kantje van, je eigen her van jezelf herhalen en, um, en je gelijk willen halen en niet meer naar de anderen luisteren. Mm -hmm. Dat is absoluut iets dat je doet als je een beetje gedronken hebt. En dat is allemaal niet erg, waarom, hè. Maar waarom heb je het gevoel, omdat je net zei, dat zijn vooral mannen dat dat altijd opmerkt. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat, wat, wat merken vrouwen daar dan van op? Van, van dat stuk? Wat zeggen die dan meestal? Ja, van in je broek plassen. Ja, oh, ja, een ja, beetje. Natuurlijk. Ja, ja. ja, en, uh, en ook. Uh, Meestal, als je kinderen net ja, gaat of zo. dan gebeurt dat ook al wel eens. Dat kan dat al eens. Ja, zeker. zeker. Maar dus. Uh, <laughs> ja, dat is dan zo weer een taboe. Um, maar um, vrouwen onthouden vooral het uh, schuldgevoel en het schaamtegevoel. Okay. Dat hebben mannen minder. Die denken: oh, ik, zijn weer, ik heb weer hard uh, geroepen. en ik wou weer, weer mijn gelijk. Maar die die denken dan, oké, okay, dat was het bier, of, of die, die voelen minder schaamte of een schuldgevoel. Ik denk dus dat dat, dat is ook zo, hè, alcohol werkt op verschillende delen van je hersenen, mm. en misschien dat bepaalde mensen daar minder gevoelig voor zijn, voor dat schuldgevoel, um, en misschien, ja, dat, ja, mannen halen gewoon andere dingen uit dat voorwoord dan vrouwen. Maar dat is heel interessant, want ik dacht echt van, oké, okay, dit is weer een boek dat ik heb geschreven voor vrouwen, mm. dacht ik, ik dacht dat bij mijn vorige boek trouwens ook, Um, maar dus, dan is dat wel fijn, dat als mannen het lezen, dat zij er ook heel veel uithalen. Ja, ik denk dat, dat veel van de dingen die je vertelt, want pas op, wij me wel, hè, dat merken wij ook in onze eigen... Ga je even uh, mijn nieuwe verslaving opentrekken? Doe maar, doe maar ja. geen probleem. Het <laughs> is één een, een verslaving vervangen door de andere, dat zeggen ze toch altijd. Hè. Dat is zo, dat ook bezig in dat boek. Ja. Dat klopt, ja. Dat is, wie was dat? Steve Hughes, denk ik. Die een Australische comedian. Die zei van, uh, van dat hem dan zo wou stoppen met roken. En dat hem dan zo pottery was gaan doen. Ah, ja, ja, ja. Zo. En dan zei hij: uh, On the first day, we all made an ashtray. <laughs> ja, dat is, wel zo, dat is wel zo typisch. En dat je geen sigaret niet meer naar de seks zet. Maar dat hem dan zo zegt van. Uh, dat was, was great sex. Here you have a pot. Je <laughs> <Hey, zo. laughs> zegt hem: If you give me a blowjob next time, I'll give you a vase. <laughs> ja, dat is. <laughs> ja, ja. Dus het blijft wel funny dat inderdaad, ja, dat, dat veel mensen dat zeggen. die ergens of op een bepaalde manier hebben aangehangen. dat je toch altijd een, een soort substituut ja. nodig hebt. Om ja, dat, dat, dat te doen. Zo. Voor veel mensen is dat dan maniakaal gaan sporten. Ja. of op een bepaalde manier hey, dingen gaan doen. Dat ze ervoor niet. Maar rijden. dat is ook, en dat is wel interessant, want dan moeten we zo meteen. Omdat je meer tijd krijgt, hè? Ja. dat is heel zot. Als je stopt met drinken, waarschijnlijk ook met alle andere drugs, maar allez, ik kan alleen maar nu spreken over drank, hm. dan krijg je dus meer tijd. En dat is heel zot. Dus dan moeten die tijd wel gaan opvullen met iets anders. Want... Nou, dat, is ook, dat is ook heel opvallend. En dat vond ik ook heel cool aan dat stuk dat je vertelt over, want we, we zijn wel op, van de nacht ja. op de tak aan het gaan, want het maakt niet uit. Dat uh, als je. Um, dat drinken ook een activiteit is. Mm -hmm. yeah. He, dat dat letterlijk is, als je aan tafel zit of buiten in de zon en je bent aan het loungen en aan het drinken, ja, tuurlijk heb je hebt meer tijd, minder tijd. Want dat is altijd mm -hmm. opvulling. Yeah. Je zit daar al en dat is al een dag dat yeah, yeah. je het gedaan. Maar als je dat niet aan het doen bent, dan heb je door... Ja, Dat ze hier uren aan het voorbij gaan. Zijn. Ja, alcoholverdoofde. Dus als je dan op dat terrasje in de zon zit. wat ik ook nog altijd doe. Hè? Maar ja, na je tweede toertel. Ja. <laughs> <laughs> zo je: oké, okay. en nu? Uh, ja, gaan we wandelen? Of allez, dat kan zoiets. Hè? Of gaan we nog even uh, iets ondernemen. Terwijl als je met alcohol gaat zitten. Ja, en dat is een activiteit. That's it. We babbelen en we drinken en je bent verdoofd, dus je hebt ook geen behoefte om nog iets te gaan doen. Mm. Dus hetzelfde, s'avonds kom je thuis en je kookt wat hè, en je drinkt al je eerste glasje wijn en dan drink je nog een glasje wijn in de zetel. En dat ontspant. En dus je begint wat te zappen. Maar als je dat gevoel niet hebt van ik ga zitten in de zetel met een glas wijn, dan denk je, oh, ik ga nog eens even door de stad wandelen of ik ga mijn hond uitlaten of ik ga... Uh, iets lezen of ik ga iets doen. Ja, je, je hebt dus tijd om, om veel meer te ondernemen, maar ook voor mij om ja, te schrijven, om creatief te zijn. Dat vind ik wel heel tof. Hoe, het, het boek is eigenlijk uh, voor een groot deel statements. Ja. Um, ja ik begin elk hoofdstukje uh, met ja, sinds ik niet meer drink. Sinds ik niet meer drink en dan, <coughs> en dan een, een, een gewaarwording, uh, ja. als, dat, als dat een uh, beschrijving mag zijn. Uh, toen had je dat plan had voor dit boek, dat, hoe ze dat dan begonnen, is het begonnen met een leeg blad en zo. De gewaarwordingen die je al dacht, en hoeveel zijn er eigenlijk bijgekomen tijdens het schrijven? Ja, ik ben, um, ik ben gewoon een dagboek begonnen. En daar was nog niet een titel, of, of, of die structuur zat daar nog niet in. Dat, 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 zover was ik nog niet. Dus ik ben eerst um, ja, gewoon zoals ik altijd doe. Uh, uh, elke dag beginnen schrijven, bijna op de twee, drie dagen. En uh, na één of twee maanden stuurde ik dan heel die bulk door naar mijn uh, uitgever, eindredactie. Die deed daar niks aan. Maar voor mij was dat, uh, een was dat zo elke keer even afsluiten. Oké, okay, dat is een projectje, dat is... En dan na zes, zeven maanden uh, kon de eindredactrice zeggen van, ik merk in uw schrijven, Um, waar dat jij mee bezig bent. Want zelf, als je een dagboek bijhoudt, dan. Ja, je schrijft Dus ik schrijf, 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 schrijf. Ik tip, 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 tip. Uh, En ik had dat. Ja, dat was wel interessant, dat zij zei van: Oké, okay, je loopt hier tegenaan. Sociaal loopt ergens tegenaan. Uw eigen identiteit loopt jij tegenaan. Uw gezondheid wordt blijkbaar beter. Dat was zo na negen maanden. Um, en dan. Um, ja, dan loopt er rond met dat idee. Maar dat is stof, hè? Um, dat is een proces, hè. En soms heb ik het gevoel... Iemand zei dat mij al langs, bijna zoals dat je muziek componeert. Dat zult jij ook wel weten. Je hebt ofwel een... Allee, een, een liedje of een melodie of een baslijn en daar begin je rond te bouwen en dan begin je te puzzelen en te schrappen totdat je zo op iets komt dat je denkt ja, en nu is het ja, maar dat is af. geen Maar dat is geen een song, als je bezig bent vaak. He, nee. Dat je het pas door na een tijd. Ja, ja. En, dat zoiets van ah ja, deze, en dan is dit het refrein. En, en daarom heb ik dat gedaan, ja. omdat ik deze eerst mm. gedaan heb. He, dat je ja. dat dat op elkaar maar dus, bouwt. Ja. Wat mij wel opviel, was dat ik tegen vrienden begon te zeggen van uh, ja, sinds ik niet meer drink ja, sinds ik niet meer drink, dit en dat. Ja, nee, sinds ik niet meer drink. En zo kwam dan plots dat ik belde naar Katrien, mijn uitgever, alleen mijn eindredactrice, en ik zeg, ja, Katrien, ik denk, uh, sinds ik niet meer drink, dat dat een titel is. En sinds ik niet meer drink, uh, ja, heb ik eindelijk een normale relatie met eten. Sinds ik niet meer drink, slaap ik veel beter. Sinds ik niet meer drink, vind ik mezelf saai. Um, en, en sowieso was mijn, schrijf ik. In korte stukken, dat is het mijn vorige boek ook, uh, Columnstijl. En dan ja, was het eigenlijk al die 500 dagen dat ik had bij ingeschreven, opnieuw beginnen lezen. En dan was het heel makkelijk om uit elk hoofdstuk eigenlijk een hele logische zin zich niet meer drink te halen. En dan zo te puzzelen. Uh, en zo kwam ik dan. Uh, op dit boek en op deze formaat en ik vind het ook wel leuk, je hoeft het boek niet van voor naar achter te le lezen dat kan, dat is tof, dan merk je die evolutie van pure frustratie naar een gelukzalig gevoel maar... Um... Er zitten wel wat bladzijden voor onderweg, voordat ja, dat gelukzalig ja. gevoel eraan komt, dat zal ik er wel even bij zeggen. En, uh, en, en dan uh, en dan, ja, en dus, dus je kunt het ook gewoon opslaan en, uh, maar denk je en dat getriggerd je, worden. Maar denk dat je nu je hebt 500 dagen, je hebt alles ingeschreven. stel dat je duizend dagen hebt gepakt maakt niet uit waarom een van de ja. reden um, denk je dat je in herhaling had gevallen de, ik denk dat je, ik weet het antwoord ga niet zeggen ja maar hoe dicht denk je dat je bij de 100% van mogelijke gewaarwordingen bent? Zou zouden veel meer nog gehad hebben moesten duizend dagen geweest zijn of denk je ja. ik denk wel dat ik ze gecoverd heb en ja ik denk nee want ik nu pas na twee jaar zonder alcohol hè in januari uh, 2022 zal ik twee jaar zijn nu pas heb ik merk ik dat mijn volledige mindset en identiteit en leven wel is aangepast aan het niet drinken. Maar dat heeft wel dus um, bijna twee jaar geduurd. Dus nu denk ik wel, nu ben ik er door. Maar soms denk ik er nog wel stiekem. Omdat ik natuurlijk nu is dat boek weer uh, ben ik aan het promoten en, en, en krijg ik daar heel veel vragen rond. Denk ik soms: Ah ja, sinds ik niet meer drink, ah, daar had ik ook nog even op kunnen ingaan. Maar ja, ja ik denk. Ik weet het eigenlijk niet. Um, goeie vraag, want ik weet het antwoord niet. Maar uh, je moet ergens wel stoppen. Ja. Ik vind het wel boeiend dat je na een jaar, dus na een jaar dacht ik nee, ik ben er nog niet, ik ben nu gestopt op karakter. En dan na die 500 dagen, dat, ik moet wel zeggen, die 500 dagen die heb ik niet meer afgeteld. Plots was het er ongeveer en toen wist ik van oké, okay, als ik niet meer de behoefte heb om te tellen hoeveel dagen ik ben gestopt, dan ben ik eigenlijk. Want dat is een belangrijk moment. Er zijn nogal mensen. Je, omdat jij keihard het hele ding is, je ze dan aftellen naar het einde van je boek. Ja. Je zit al de fles champagne aan het ja. open doen. Ik oh. dat oh. er al, hè, jij en uw vriend, ze dus weten, yes, 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 ja. yes, we zijn terug vertrokken. Deze <laughs> het hier zijn, Die fles gaat open, alles wordt terug interessant, en boeiend ja. en fantastisch. En dan uh, zegt uw uitgever: Ja, COVID. Jij hebt wel veel thuis gezeten, hè? want je zegt ja. het zelf, 2020, het ideale jaar om te zeggen, ik stop met drinken, terwijl ik denk dat er veel begonnen zijn ja, 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 in die ja, ja. periode, omdat je echt niks anders Voila. te doen hebt soms. Dus het is al, dat komt al door, maar je, het was heel duidelijk, en dat vond ik wel heel cool om een boek, um, want dat is een verschil met, um, niet dat ik zo duizend andere boeken gelezen heb over stoppen mm -hmm. met alcohol, omdat dat bij mij nooit een issue geweest is. Ja, is maar goed. wat dat wel is, is, um, hoe zeg je dat? Ik heb al heel wel belachelijk veel columns en opiniestukken over dat soort dingen mm. gelezen. En ook experts die erover praten. En eh, de, de negatieve dingen van alcohol, noem het allemaal maar op. Maar wat, je, wat ik wel altijd voelde, was de teneur van elk boek dat zegt: we stoppen ermee. Is ineens oh, de deur van het leven dat mm. voor u open gaat. Dat is nog en dat. altijd niet. Hè? En wat ik zo leuk vond aan die een boek, is dat ik zo om bladzijde 150 zat en dacht, ja, die vindt hij nog altijd saai. Mm. Dat was en, ook zo. En, en er was ook een, een soort um, ja, hoe zeg je dat? Ja, ik voelde wel van die 500 dagen echt het verschil gemaakt voor die een boek. Ja. Want die boek was eigenlijk gewoon... Hé, hey, zie je, dat heb ik toch maar gedaan, een jaar niet ja. drinken. En ja. na, woehoe! Ja. Maar dat is niet hoe die boek eindigt. Nee. En dat is, dat is wel een, 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 een cool ding om te merken. Van, omdat je zegt, van je kunt er stukken uit lezen. Dat is wel. Maar ik denk, als je hem in volle orde leest, dan heb je dat wel heel hard. Ah ja, dank Dan voelde wel ja. heel hard waar dat naartoe naartoe gaat. En vooral waar de overstap is. Want mm -hmm. hè, laten we misschien beginnen bij het begin. Je zegt: Ik stop met drinken. Ik ja. doe dat niet meer. Jij zegt, hè? Die gezellige partygriet die wel graag een ja. drinkt en danst en haar eigen amuseert. Ja. En er staat ook voor bekend. En uw vrienden vinden dat ook. En uw familie. En iedereen dat je kent. En de wereld waarin je zit. Ook al niet een ideale, laten we eerlijk zijn. Hè? Ja, ja. Zo bekendheden en feestjes, die zijn allemaal altijd kei plezant. En verleidingen zijn overal. Ineens doe je dat niet meer. En word jij niet alleen geconfronteerd met het feit, hè, dat is zo dubbel, dat jij eigenlijk moet zeggen: Ik drink niet meer. Dat is Sorry. al dat eerste. En ten tweede, amai, zo zijn mensen als die allemaal zat zijn en ik <laughs> zijn dat niet. Ja, wel, maar. Het heeft was dat moeilijk om door te geraken? Of wat is u vooral uh, opgevallen okay. aan uzelf en aan iedereen anders, helemaal in het begin, als je Helemaal in het begin ja. was het vooral. Had ik vooral last van dus, uh, sober schaamte? Namelijk mezelf. Dat is een mooi woord: ja. sober schaamte. Ja, dank u. Leg het eens uit, Evi, wat is dat? Ja, dat je je <laughs> schaamt omdat je sober, dus nuchter, door het leven gaat. En dat vond ik. Heel confronterend, dus als ik dan niet dronk op een feestje. Oké, okay, de mensen die dat kenden, dan had ik zoiets van: oké, okay, ja, het is een experimentje. Hè? Experiment of project. Want dat klinkt dan goed, dat gaat ooit eindigen. Hè? Ik ben ergens mee bezig. Ja, als het project is afgelopen, als het experiment voorbij is. Maar. Um ik merkte dat als ik uh, bijvoorbeeld, ik, ik speel in die periode mee in de musical Mamma Mia, wij begonnen te repeteren. En uh, het ensemble bestaat uit overwegend uh, jonge mensen, begin 20, 25, 30, dat is ook nog altijd jong, um, die, die dat mij dus niet persoonlijk kenden. En ik merkte dat als die dan. Um, ja, Uitgingen of zo, na de repetities, of, of een pintje gingen drinken, wat heel normaal was, en ik dronk niet. Of ik ging gewoon niet mee omdat ik moe was, dat ik echt zei van: Ja, maar vroeger dronk ik wel. Normaal ben ik echt keih zot Allee, ik, en, en echt kei rock en roll. En oh, oh, ik ben normaal degene die als laatste het café verlaat. Wat ook niet helemaal klopt, maar ik was mezelf heel erg aan het verontschuldigen, want ik wou maar niet dat de mensen mij zouden gaan zien als een vrouw van middelbare leeftijd, die niet dronk En dat vond ik zeer confronterend vanaf het begin al. Dat ik dus eigenlijk dacht van ah, ik ben eigenlijk liever ja, ik ben ik, 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 ik vond mezelf niet. Ik noemde dat ook in dat, dat eerste hoofdstuk, die eerste honderd dagen, ontwricht. Mm -hmm. Ik voelde mezelf niet meer op mijn plek en, en, en ik, ik reageerde ook anders. Ik was sneller moe, ik pakte mijn plaats niet meer in. Heel grappig zo. Ik omschrijf ook zo een uh, bv-feestje, zo een uh, schermgezichtenborrel. Waar ik, Hé, ik loop toch al... Dat klinkt al gruwelijk. Nee, 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 dat is niet gruwelijk. Want vroeger waren dat een van mijn favoriete feestjes, want dan is er lekkere drank en uw collega's... Ik werk al sinds 2001 voor televisie, dus ik ken hmm. echt mensen al twintig jaar. En dan is dat met lekker eten en drank en complimentje nier. Je kent ons, kent ons hè. Een, 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 een... Ja. Hey, hoe gaat het met jou? Ja, feest? en als je dan zegt ja, ja. rustig, dan zegt iedereen oei, ja, zo dat. Ja, ja, ja. uh, maar, maar plots stond ik daar dan tussen mijn collega's en ik, ik, ja, ik, 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 wel, ik hoorde daar niet meer thuis. En dat was heel, vooral voor mezelf, confronterend. En voor de rest... Mensen stinken keert uit hun mond als ze gedronken hebben. Dat vond ik ook een hele grappige. Ja. Ik moest er wel heel hard bij lachen. Omdat je dan op een bepaald moment denkt: hoe dik was ik dat geweest. Absoluut. Ja. Heel veel. Hè? Dat je dat totaal niet door. Waarschijnlijk is het mooie eraan dat dat een beetje het loksaus gegeven is. Als we het allemaal gegeten hebben, dan rieken we het niet. Hè? Dat zal dat een beetje zijn. Absoluut. Maar toch denk je dan als ik dan tegen iemand nuchter heel mijn uitleg aan toen was, hoe gruwelijk moet dat ja. dan geweest zijn voor die persoon. En het is vooral toch met witte wijn en, en zo kava en champagne zo, hè. En wat mm -hmm. dronk ik dan vooral kava en champagne en ook zo vooral uh, als vrouwen dan op hun eten letten en iedereen in de media let op hun eten en dus dan op een nuchter maag, zo drie vier glasjes kava en als ze dan tegen u beginnen babbelen, dan denk je echt van wow. En je zegt ja, de, de look, het lookfenomeen, dat klopt, maar als Iemand uh, look heeft gegeten en ik raakte, dan denk ik nog, ah, die persoon heeft lekker gegeten. Dat is er met alcohol niet. Je denkt niet, oh, die persoon heeft lekker gedronken. Dat is echt een zure, zure, heftige walm. Mm -hmm. En dat valt ook ineens op. Hetzelfde met rode wijn drinken. Hè, dat mensen hun lippen paars worden. En tanden ook. En hun tanden ja. paars worden. Mm -hmm. no. En u zelf herhalen. Dus ik moet zeggen, het was gewoon ook een spiegelen niet mm -hmm. stoppen met drinken en dan merk je ineens van hoe, dat, hoe dat je eigenlijk zelf ook zei. En dat beschrijf ik echt super eerlijk in dat boek. Um, maar ik voel ook wel, als ik het nu herlees, en ik begin van het begin, dan voel ik, ik ook zo'n frustratie. Ik vind mezelf ook niet tof in dat boek. In het begin zeker niet. Mm -hmm. Ik zeg ook letterlijk van, oh, al die jonge mensen met hun energie en met pintjes drinken, arme ik. Ik vond mm -hmm. heel de wereld stom omdat ik niet dronk. Amai. Zat er ook iets in van, uh, dat je soms hoort, uh, dan spreken we over de eigen omgeving, het niet drinken, het niet minder ja. goed tegen kunnen. Zat er ook iets uh, ja, jeugd afsluiten, ouder worden, geconfronteerd worden, het meer en uh, zo, ja? Zeker. Ik denk wel, omdat je minder tegen de drank kunt, lichamelijk, dat, dat, dat helpt wel, natuurlijk. Hè. Maar uh, ik. Ik eh, moest niks wegdrinken. Dat is wel ook zoiets, uh, zo'n cliché, dat ik in dat boek een beetje, allez, hoe dat ik het van mezelf beschrijf. Mensen zeggen, ja, als je drinkt, dan drinkt je iets weg. Ik heb dat nu heel goed onderzocht. Bij mij is het andersom. Ik ben opgegroeid met een fantastisch positief beeld rond alcohol. Mm -hmm. Mijn familiefeest werd, familiefeesten werd bij ons alleen maar leuker omdat onze tantes en onkels dronken. Uh, mijn broers waar ik naar opkeek, ik heb die als klein meisje bierspelletjes zien doen. Die die amuseerden hun kapot. Daarna uh, hoorde ik dan al die verhalen van op Vaven, dat ze goed zat waren. Dat waren allemaal toffe verhalen. Um, wij vieren het leven in onze familie en vrienden met drank, zonder dat dat echt uit de hand loopt. Dus ik, ik moest niks wegdrinken. Ik had geen, geen frustratie dat ik moest wegdrinken. Um, maar nu ben ik uw vraag vergeten. Ah, ik denk dat er ook een stukje in uw boek is gezegd van ja, ik ben hey, schermgezicht en, en voor vrouwen is... is, is de houdbaarheidsdatum, staat, om ja. het respectloos te zeggen, dat zeg je zelf, ja, ja. is, is uh, Beperkt. beperkter en dergelijke. Dat het, dat het boek inderdaad wel van het alcohol vertrok, maar dat het inderdaad ook een beetje een spiegel voor jezelf was. Van ja, ik ben ook ik ben in de veertig. Ah, ja, hoort het nog wel. Ja, nee, ja. dat ook een, 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 eigenlijk een beetje een nadenken is over je leeftijd. Dat het alcohol inderdaad overgaat, maar dat het ook een trigger was om te merken: die jonge mensen waar je mee in productie ah ja, zo. zit. De feestjes. Uh, oei, ik ben geen 25 niet meer. Oh, maar sowieso uh, ben ik, uh, zat ik met mijn vorige boek al volledig in de midlife-crisis. Dat vind ik... Nee, nee, maar dat, dat, ik, ik, ik vind dat ook totaal niet erg om dat te beseffen. Hè? Tuurlijk, mm. ik, hallo, ik heb een boek over het leven geschreven en nu over stoppen met drinken. Ja, dat is dat je je leven overloopt en dat je beseft. Die, je kunt die bundelen samen en je noemt ja. Ja. Ah, ah, dat de midlife-crisis. Schrijf er nog is... een derde en ja, maakt ja. een midlife-crisis trilogie. Ah, maar dat is een goede. Dat is eigenlijk een kei goede. Dat je ze ja. doorheeft zo, door hebt, zo zo zink ik door mijn midlife gegaan, met drie boeken. En ik en zou dit het was alle drie het. niet aanbevelen. Ik zou niet gaan varen, ik zou niet nee. stappen met drinken, en ik zou, ja, nog één ding, nog hè, één dat je ding. dat moet gaan doen, ja. weet ik veel wel. Nee, nee, maar, maar hm. tuurlijk zit daar een soort van midlife-crisis bij. Of, of toch het, 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 een op zoek naar een identiteit, hè? Ja, ja, ja. 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 Um, Vooral dus... omdat je zo zegt, dat, 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 dat is ook grappig en, en ongetwijfeld herkenbaar. Zo. Ja, maar normaal drink ik wel. Of normaal, ja. dat, je, dat je denkt, dat je eigenlijk dat je terug 16 bent ja, nu bewijzen ze, ja. maar confronterend is waarschijnlijk als je even Hansen ze in 42 of, of, of 43 of 43. Ja, maar misschien toen, misschien. Oh, ja, 43, maar in, 43, maar in, toen als dus je komt, dat niet meer dringt, ontouw doe ik niet zo ik wiel, bedoel, veel ik meer. Ik bedoel, het Ging er vanuit dat je vorig jaar een <laughs> boek schreef en dat je dan ja, 42. Ja, ja, ja. Ja, um, ja. Um, ja. Alhoewel dat ik wel heel goed ben in uh, ouder worden. Ja. Dus dat, 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 die confrontatie. Allee. Want dat voelde wel bij sommige mensen ook. Hè, dat gevecht ga ik niet aan. Een soort ver, een verlies van uh, onschuld of zorgeloosheid. Hè? Dat ja, zei, maar dat ja, dat, dat toen ik, ik al lang. Toen ik jong was, hè, was ja. ik, moest ik mijn eigen nergens ah, iets zo. van aantrekken. Hè, dit en dat. En nu begin je te ouder, je krijgt kinderen. Uw leven verandert. Je krijgt ook meer verantwoordelijkheden, hè, of je ze wilt of niet, ja. want kinderen brengt dat automatisch met zich mee. En, maar... je, begint, en je begint een soort verlies van, oh, man, weet je, bij mij was drinken en, en roken, dat was, dat was ha, ah, ja. feest en los en alles en who cares. En nu je dus weet, ja, nee, nu is dat nog teruggrijpen naar iets dat ik niet meer ben. Ja, dat, dat is wel goed opgemerkt, want dat schrijf ik ook in het boek van op je moment, dan uh, ben ik ook. Eigenlijk toen ik, toen ik uh, na, na een jaar en toen ik wist van oké, okay, het is geen jaar, het is 500 dagen, toen besefte ik wel oké, okay, dit kan ik niet meer alleen op karakter doen. Ik had het gevoel dat ik een afslag had gemist en dat ik, ja, dat ik, dat ik een kans moest grijpen. Ik was al zo lang zonder drank puur op karakter, ik vond het saai, maar waarom? Hmm. Hoe erg is dat dat je al negen maanden niet drinkt en dat je nog altijd zoiets van ja, maar eh, uh, allez, waarom is die identiteit dat die in alcohol toch wel ergens belangrijk voor mij, terwijl ik beter slaap, dat ik mij gezonder voel, dat ik meer energie heb, meer daadkracht, minder, minder dipjes heb. En, en dat klopt wel, toen ben ik dat echt, ja, echt even in mezelf gaan graven, dat was heel confronterend. En toen kwam ik wel uit van, ik wou wel altijd bij een clubje horen. One of the guys, wat heel normaal is, want ik ben als meisje opgegroeid echt in een jongensgezin, als jongste. Dus ik ben opgegroeid, denk ik... Zoals dat veel jongens zijn, nee, one of the guys zijn. Hmm. Uh, dus dat drinken is plezier maken, is stoer, is cool, is leuk. Uh, dus dat, wat jij nu net zegt, Alex, dat herken ik wel inderdaad. Hè, van, dat is toch iets van, ja, dat was, dat was een vrijheid, dat was genieten van het leven. Dat was ook zoiets. Als je zo'n goede, wat dronken avond had en je feest, dan, dan pas voelde dat je leeft. Zo dat idee. Ja. En. Um, dat is, uh, dat is een stukje dat je wel moet, moet loslaten. Mm -hmm. En nu vind je dat ook een beetje gek, dat je dat ik dan denkt: van, ah ja, was dat echt? Is dat echt dat je, als je was zat, dan is dat leven, hoe gek is dat? Alsof je niet op een andere manier kunt genieten van het leven. Maar mm -hmm. nu besef ik wel: van, ah, maar ik hoef helemaal niet meer bij een clubje te horen. Ik, ben, ik, ik hoef niet meer one of the guys te zijn. Ik bedoel, ik ben dat wat gewoon ik even... grappig vind, dan heel veel vrouwen dat zeggen dat ze one of the guys zijn, ja, zijn dat dat niet, keihard gerieten zijn. Dat, dat je ja, dat, dat echt heel hard vindt, vaak. Dat, dat een vrouw die dat, dat zegt van zichzelf... Maar, hè? Ik was one of the guys. Ik en dat, dacht dat, hè? Ja, nee, maar dat is niet erg. Het gaat niet over dat jij dat niet dacht. Want ik ben... ik denk bent niet dat one die, of the girls. Ik denk niet dat die zichzelf iets wijs maken. Dat heb ik er nooit niet bij. Oh, want ja. dat is vaak dat die inderdaad veel broers hebben gehad. Of veel meer mannelijke vrienden dan, mm. dan vriendinnen. Dat zie je ook vaak. Je hebt zo'n vrouwen die heel goed zijn... Onder mannen. En die kijken hoe ermee om kunnen. En die ook zo dat soort humor hebben. En die kunnen. Hè, zo één waar je letterlijk. Omdat je zegt. One of the guys. Want als die een grap vertelt. rolde niet mee je wogen. Maar dit is weet, All right. Funny. Hè, of hm. zo dat. Van die stomme dingen. Hey, she can keep up. Terwijl, ja, ja, ja. Dat ik, terwijl dat ik denk. Keeping up. Uh, niemand van ons. Can keep up with our wives. Hè, die zuipen <laughs> ons allemaal onder tafel. Allee, ja. Ik, ik merk dat vaak bij mannen. Dat vrouwen toch op een andere manier drinken dan mannen, en ook op een... Ja, dat dat, dat, dat iets... Ik snap wel waar dat, dat, dat deel sociaal gezellig bij jullie bij zit. Bij ons is het niet gezellig. Bij ons is het... En dat is ook leuk, maar dat is anders. Bij ons dat een lossen, beetje... lossen. En bij jou is, is het allemaal zo... Ah, mei, zeg, heel een dag glijdt van mij af. <laughs> zo staan wij niet te drinken. Wij hebben zoiets en uh, Zo dat. Er ja, zit ook ja, zoiets ja, een ja, beetje... Ja, ja. We hebben een andere manier om ermee om te gaan. Maar ik, ik voel wel heel vaak... Want ik heb al meer vrouwen gekend die dat zeggen. Ik was one of the guys. Nee. En ik dacht, ga ze keihard aan wijf. Allee, mm. ik kan... Sorry, dat klinkt nou heel fout. Nee, nee. Maar dat is exact wat ik dan op dat moment dacht. Zo van, nee, nee, ga ze die helemaal niet one of the guys. Maar... Er zijn wel een aantal aspecten dat je hebt, waardoor dat je voelt: ah ja, die is, die is veel rond mannen geweest. Dat is anders dan iemand dat alleen maar opgroeit. Dat is ook gelijk dat je een kind hebt, dat bijvoorbeeld een enig kind is en altijd opgroeit tussen volwassenen. Er merkte ook heel erg aan hoe dat die doen. Ten opzichte van kinderen ja. die zusjes en broers. Ja, ja. en heel veel onderling samenspelen of veel vriendinnetjes. Of veel hebben moeten delen. En je zei alleen en je zit daar en je, ja, je absorbeert altijd volwassen praat. Ja. Wat mijn dochter heel hard heeft. Waardoor dat je merkt hoe dat die denkt of hoe hij geformuleerd. Ja. was al heel snel veel te oud voor haar leeftijd soms. Dat hm. je zo voelt een is toch nee, wel nee, raar met zo'n onvolwassen vader. Ik weet, het, ik weet het, maar dat kwam niet van mij. Hè. Ik heb goede vrienden. Hè. Ik heb intelligente vrienden, hè, zoals de Andries en zo. Die nodigen we dan uit voor het, uh, hoe zeg je, het niveau wat op te krikken van, ja. uh, van de gemiddelde conversatie. Wat ik ook een hele goede vond: sinds ik niet meer drink, voel ik me een slechte vriendin. Ja, dat is. Ja. Je moet je vrienden ook teleurstellen, hè? Ik bedoel, um, daar was het uh, mijn beste vriendin Carly, die ik al ken van mijn 12, 13 jaar, die dat dan 40 werd. En die, uh, ja, zij, zij is dan toevallig ook is een heel lang personal assistant geweest, een Britse. Van allemaal van, zo van die miljonairs. Dus die kan supergoed feesten organiseren ook. <laughs> dus die Party had, Ja, dus die had, uh. Uh, begin januari 2020 had hij uh, een uh, strandhuis afgehuurd in uh, Spanje. En echt met iedereen naartoe En dan kwam ik eraan en dan moest ik zeggen, ja, Carly, ik ga vanavond niet drinken. En um, dat dilemma ook, van ga ik dat nu zeggen of niet? En mijn vrienden zeiden gewoon, zeg, dus begin januari, uh, drink gewoon mee, dat onnozel gedoe van u ook. Uh, en begint dan daarna opnieuw. Maar ik dacht, ja, dan nee. Dat viel mij ook wel op, hoe bot dat sommige mensen letterlijk zijn dat jij wou stoppen met drinken. Zeg die flauwe kul. Ja, ja, dat is zo. Mijn beste vrienden voor. dat. Er was een paar ja. keer dat, ja. dat dat voorkomt dat verschillende personen dat tegen u zeggen, ja. maar echt op die manier, zeg: stop nice met die onnozele flauwe kul. En doe dus. Ja. Terwijl dat je denkt, ja, maar eigenlijk is dat wel een heel serieuze beslissing. Dat is niet zoemoriet. Nee, maar ja, die betrekken dat ook op zichzelf ah ja, natuurlijk. Tuurlijk, De, ja. Je zei zo'n spiegel. Afvallen ja. is hetzelfde, hè? Ja, ja. ja, Afgeven crossfit, afgeven op alles, dat is gewoon. Uh... Kom, dat is ook terecht, hè? Crossfit. <laughs> nee, nee, maar met die slechte, met die slechte vriendin, ja, je stelt mensen teleur. En vroeger, wat je met mensen dan ging eten en ging drinken, plots, plots zei jij niet meer die. Ja, dat excuus om mee te drinken. Ja, ja, dat is ja, ja. ook natuurlijk. Ja. Ja. Um, ja. Maar, um... Dat is gelijk buiten gewoon wandelen met mensen. Dat merkte ik dat ik dat ook deed. Als ik stopte mee roken, dat je nog wel buiten ah, wel stond. Ja. Omdat je zoiets ja want anders zo voelde dat even, dan zit ik alleen onder een toog, want iedereen staat buiten. He, en wat, buiten wat, wat is gezellig. Wat nog veel harder opviel, wanneer dat je daar rookverbod in een café zat. Want als je dat niet had, jo, dan konden we nog zeggen. Niemand wandelt naar buiten voor te gaan roken, dus je blijft in de gezelligheid zitten. Maar toen was dat echt heel hard, zo van fuck, mm -hmm. hier zit ik, ja. op een toog, en ja. iedereen staat buiten, gezellig. Zijn. Ja, en dan gaat het dus mee. Uh, ik heb gehoord van mensen die zeggen stop met roken en jij zegt nu ook. dan gaat het dus mee gewoon buiten staan, ook een beetje om te bewijzen dat je nog altijd wel dezelfde zij alleen rookte niet meer. <laughs> Zodat je zo ook zo jezelf zo, nee nee, ik ga mee op café, kom mee dansen, terwijl dat je echt om half twaalf echt denkt, ik wil nog gewoon gaan slapen op mijn bed, maar dat je zo wilt bewijzen, nee nee, ook zonder drank kan ik nog altijd feesten. Dat is niet, hè? Dat is niet. Is dat niet? Ja, ik kan dat nu terug, maar dat ja. duurt wel even En nu is dat echt... Mm -hmm. Ja, het, er is ook... Om, net, ik, doe, ik doe dus niet minder gek, nu ik nuchter feest. tegendeel, want dat, dat is heel grappig. Um, alleen dat is helemaal niet grappig, maar... je kunt het nu niet meer op de drank nee maar dat vind ik als je dat da dan doet, En dat zeg. vind ik fijn. Ja. Dat vind ik juist heel fijn. Ook, uh -huh. ook erachter komen dat je denkt van shit, ik zal nu altijd keihard te shaken en ah, ik ben nog altijd even fel als ik bepaalde dingen, uh, standpunten verdedig en zo. Um, ah, dus dat is het pakketje, Evie, en dat ligt niet aan de alcohol. En dat vond ik ook wel fijn. Dus nu, ik schaam me helemaal niet als ik nu op een dansvloer sta te uh, shaken uh, want ik doe dat nuchter en ik dans ook beter, want ik val niet meer. <laughs> en ik kan nu ook veel dingen met mijn armen in de lucht, bewegingen doen, omdat ik geen pintje niet meer vast heb natuurlijk. Ja, Anders zit ja, dat ja, altijd ja. met dat één glasje zo uh, ja. <laughs> vast. Dus nu ga ik er vol een bak voor. Maar dan tegen half twee, twee uur, denk ik wel van, oké, okay, we gaan naar huis. Mm. En het leuke is dan, dan krapte je gewoon uh, kei nuchter op je fiets of in je auto. Je gaat naar huis, je komt thuis. En je denkt, oh, maar het is zaterdagavond. En dan zie je alsnog net Netflix. Of dan, maar wel fris. Ja. En dat is wel fijn. Dus uh, ik doe niet... Ik kan nog altijd wel echt uh, fijn feesten. Maar ik zou het heel tof vinden als alles begint om zeven uur s'avonds in plaats van om elf uur s'avonds. <laughs> maar nu is alles gedaan om elf uur. Hè? Ja, maar zo'n feestje gewoon midden op de dag, dat is wel iets voor mij. Maar dat is ook iets dat wel opvalt, als je niet drinkt bij feestjes. Dat is eigenlijk dat na nou twee uur is het ook geen kloten niet meer. Hè? En meestal. toch blijf je hangen tot Je blijft ook, ook gewoon doordrinken, je zit in je avond, je zit in je flow, je blijft gaan. Het enige dat je meestal doet, is zatter worden. Mm -hmm. Tot op een punt dat je denkt, van, je naast staat de kamer niet meer stil, nou word het echt, hè? nu wordt het echt tijd. Dan is het natuurlijk al veel te laat, want dan weten dat we de volgende dag, de en in mijn geval dan de volgende week, op ah, een ja? bepaalde leeftijd, zit er gewoon aan voor de moeite. Hè? Ja. En dan gewoon zoiets van, ja... Was het dat allemaal wel waard van die extra paar uur daar ja. te zitten? Natuurlijk voor jonge mensen die luisteren blijven gaan, gaan tot ja, ja, fucking ja. 11 uur s morgens. Want ik snap ook wel dat daar fases in uw leven zijn. Ja. Want ik denk ook, want dat is ook wel een, een, een vraag die je eigenlijk een beetje nu zelf stelt. Dat komt er ook in, maar dat was ook een van die eerste dingen dat ik dacht: stel dat jij nu nooit gedronken had. Ja, dat heb ik mij ook al afgevraagd. Wat voor iemand word jij dan geweest? Denk je dat het een groot verschil was geweest of niet? Dat is een hele moeilijke, dat stel ik ook in mijn boek. van. Want het is ook een beetje, niet alleen van als ik nooit had gedronken, maar ook als ik nooit in een familie had gezeten waar dat alcohol zo tof was. Waar ik nooit broers had gehad, waar ik had gezien dat alcohol zo, alcohol zo fantastisch was. Ik heb nooit de keuze gehad om te drinken. Sigaretten, drugs, weten, ik vind, um, dat wist ik heel goed, dat is heel slecht voor mij. En of, als ik dat dan probeerde, dan wist ik... Dat is eigenlijk heel slecht voor mij. Want hij heeft ook allemaal vele slechtere PR dan alcohol. Voilà, hè? alcohol niet. Dus ik heb mm -hmm. daar nooit bij stilgestaan dat ik ging drinken. En ik dronk in één keer. Um, en dus ik vraag me ook af van, wat als ik nooit had gedronken. Dat kan ik niet op antwoorden. Ik kan wel antwoorden, had ik het willen missen? Nee. Dus mm -hmm. ik ben heel blij en ik koester ook die uh, dronken fantastische momenten. De leukste momenten in mijn leven waren onder invloed van uh, alcohol de slechtste momenten waren ook onder invloed van alcohol <laughs> uh, maar um, had ik het willen missen? Nee maar ik had misschien wel de keuze willen hebben om te kiezen voor drank en dat is natuurlijk iets nu, nu, nu heb ik pas het gevoel na twee jaar van ik drink nu niet meer omdat ik daar geen behoefte aan heb omdat ik er niet meer om, omdat ik, maar maar ik weet wel, als ik nu op een dag wel kies voor drank, dan, dan is dat zeer bewust dat ik denk, oké, okay, deze is alcohol, deze is een drugs, die ga ik drinken. Ja. Ik, ja, ik denk dat... Wat wil jij zeggen, Andries? Ja, ik wil eigenlijk iets dat ik er tussen of zo wil gooien. Ik, heb zo, uh, ik denk, vorig jaar heb je zo help mijn borsten staan online ja. gemaakt, hè, wat een heel, een heel interessant programma is, waar je heel de donkere kant, hè, voor de mensen die het niet gezien hebben, zeker doen, uh, over... Ja, de, ja. De, de, de donkere kanten van het internet en, en sexting en, en alles. Het is meer dan dat, maar in ieder geval heel negatief, heel donker. Um, hoe had je dat eigenlijk. Want toen dat op de buis kwam, ik weet niet wanneer je het hebt opgenomen. Ja, zit er zit ook het... eentje over porno er nou, ja. Hè? Ja. ja, ik ja. zit het zo even ja. in dezelfde periode van je leven dat je dat aan het maken bent. Hoe werd je dat eigenlijk gerijmd om, 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 om uh, dat boek te schrijven en tegelijkertijd ook. Help mijn borstels online te maken. Wat, ik zeg niet dat het één erger is dan het andere, of het één minder waard is, maar dat zijn wel twee verschillende emoties. Want bij u is dat eigenlijk een, een, een zoektocht waarin je zegt: Ik ben eigenlijk opgegroeid in een wereld waarin dat, dat alcohol nooit lelijk is. Lees: We hebben nooit een dronken vader, gehad, dat ons ooit afgeslagen. Voilà. Wat nu een, 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 een stereotyp voorbeeld is, maar wel een oprecht voorbeeld. En dan doe je iets heel donker. Ik kan me voorstellen dat het niet zo gemakkelijk is. Want uw mindset hier, hier zit ook wat humor in. Zo, mm -hmm, in. Terwijl mm -hmm. in dat programma was dat heel moeilijk om daar humor in te steken. Gewoon voor het, voor het, omwille van het onderwerp. Mm. Was dat moeilijk? Ik denk dat dat twee verschillende vaardigheden ook zijn. Hier had ik mijn eigen, dit is mijn eigen leven waar dat ik, waar ik uh, uit via het schrijven. Dan ben ik schrijfster. En toen ik Help Mijn Borsten staan online maakte. En uh, Help Mijn Kind Kijkt porno, uh, dan um, werk ik vanuit een uh, soort van verwondering, nieuwsgierigheid, maar ook het niet verbloemen van wat er online zich afspeelt. Um, het feit dat ik stop met alcohol zonder dat ik uh, in de goot lig. Heeft sowieso al iets lichter. Hè. Ik, ik, ik beweer ook totaal niet dat iedereen moet stoppen met drinken. Ja, maar je moet het trouwens niet verdedigen voor ik. Nee, van, nee, nee, het, nee, nee. Die, die dus, hebben alle twee een plek. Maar het is ja, wel, ja, maar het dus is, die, die, die een humor, dat is mijn eigen leven. Als ik kijk naar wat er gebeurt nog altijd online. Dat vind ik echt heftig. En wij moeten echt um, dringend afspraken gaan maken rond de waarden en normen van ons online gedrag. Want dat is, een, dat is het Wilde Westen hè. nu, internet. En dat doet ons geen goed, hè? Dus uh, ik denk dat dus het serieus dat ik het daar aanpak, is omdat daar echt zware slachtoffers vallen en dat we er iets aan moeten doen en dat die gehoord moeten worden dat dat zo'n taboe is. En mijn boek is natuurlijk mijn eigen ervaring van Ocharme, Evi Hansen, stop toekjes met drinken. Ja, maar nu lijkt het ja. precies dat je ja. moet verdedigen. Dat, nee, 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 dat dus voel ik niet. Maar het, het is, ik vond dat gewoon uh, omdat dat... Er is ook een link, hè. ik bedoel, er is ook, uh, op internet zijn er ook heel veel filmpjes die door alcohol, of dat alcohol een beetje de, dat zit in humor ah, ja. en het wordt heel rap ook donkerder dat, ja. dat, is, hey, dat is mijn nachtleven ook hey. nachtleven is tof tot 1 uur 45 en dan komen de verborgen dromen en het vervelende, dat is zo ik ben wel heel blij dat mijn jeugd mijn zatte avonden liggen uh, op een, in een doos <laughs> op zolder Oh, boer. <laughs> Sinds ik niet meer drink, heb ik ook niet altijd alles onder controle. En, uh. um, en, en de... dus, maar het was wel een hele ladylike boer. Okay, dus ja, ja, dat was nog was, was, binnen. Ik had hem, als ik er geen nadruk op had gelegd, had ik hem zo wat kunnen... Ja, nee? had hem kunnen weg... Uh, of, of babbelen door een boer, dat vind ik nog toffer. <laughs> Van die mensen die zo... Ja. Ik was dus aan En je voelt zo... Lot, lot zit... hem na, gewoon. <laughs> Jesus Christ, zodat dat. Dus het viel allemaal nog mee. Maar je <laughs> hebt hem zo... Just laten just... um, ja, nee maar ik ben, wel, ik ben wel blij dat, ik, uh, dat mijn de avonden dus niet op het internet staan. En dat vind ik ook wel... In, in een doos, dat zijn foto's. Dan. Ja, gewoon foto's. Ik zat al uh, na nou te denken, van die gollen dat mijn VHS zitten opnemen nee, nee, of nee, zo. Nee nee, <laughs> nee, nee, gewoon foto's. Uh, <laughs> en ja. dat vind ik ook wel heftig. Uh, hoe dat wij daar nu mee omgaan, van nee, dat je dat iemand trouw... zat kunt filmen en gewoon op internet smijten. Nee. Is dat op dat moment vervelend voor je kinderen om uh, een mama te hebben die zo'n programma gemaakt heeft en die zoiets. Shit, wij kunnen echt niks meer doen? Of nee, nee. Die helpt ons om. Uh... Ja, uh, zeker. Uh, um, goh, mijn, mijn kinderen zijn super fier op mij. Dat is wel leuk. Die zien mij echt heel graag en die vinden mij echt een leuke mama. Dus dat is wel goed. Maar um, uh, 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 die programma's, zowel um, over online uh, misbruik als over porno, dwong mij om met mijn kinderen daarover te babbelen mm -hmm. op een heel gewone manier. Want jij mijn... hebt twee zonen natuurlijk. Ja. Hè? Want dat is ook een ding, hè? als je dochter zit, dat is, dat, is, dat is toch vaak de manier waarop dat er... Ook wel onterecht vaak naar gekeken wordt, hè, als zo'n soort zegt, hé, de, de jongens moeten eigenlijk eh, voorkomen dat het daders worden en de meisjes moeten voorkomen dat het slachtoffers worden. Nee, dat ze sletten worden. Ja, ook. Of slachtoffers, hè. Ja, ja, maar ik, ja. ik, ik denk sowieso dat als een meisje uh, een slet wordt genoemd, wat ze ook heeft gedaan dat ze een slachtoffer is. Mm -hmm. Is dat altijd zo? Ik bedoelde? Um, nee, ik denk dat uh, als. Uh... We staan er niet ook gewoon. Allee, dat is ja, in, het vaak is... in gevallen, maar er bestaan ook mensen waarvan je van denkt: nee, dat gof er u niet op. Uh, het jammer is dat, dat, dat slet wordt gekoppeld aan meisjes. Mm -hmm. Dat is een beetje. Ja, er is gewoon geen goed mannelijk. Uh, nee, of die... dat klinkt cool player. Ja, ja. Maar ja dat is wel. Ja. Dat, is, dat is zeker, zeker waar. Maar ja. je wordt ontzeggen van, van je kinderen dat je kinderen ja. zo vier waren en dan. Um dat je dat u gedwongen heeft om samen te kijken naar de gevaar van het internet, alleen min of ja. meer door programma's. Ja, 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 ja dus dan... En wisten die meer dan dat je dacht dat die wisten? Um, ik ben ervan overtuigd dat die meer weten dan dat ik weet. Dat ben ik, dat, het goede is, als je zo van die programma's maakt, dan verdwijnen ook alle illusies dat jij had omtrent je kinderen. Dus ik, 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 ik neem, allez, sowieso zitten die op zoek naar porno. Alleen denk je dat ze het heel goed misschien nu nog net niet, maar misschien de wel. De privéinstelling, dames en heren, de privéinstelling. Ja, ja. Ja, 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 maar het, bij mij ging het ook niet om het te voorkomen, maar wel babbelen, hè, Dat je echt moet zeggen tegen de kinderen van witte, uh, jij speelt op Fortnite en dan horen die ineens Engels babbelen. Maar wie zijn dat? En mm -hmm. dat ik ook zeg van, uh, ik controleer soms uw telefoon of uw iPad op uw berichten. Je kunt jij dat wisselen, ik zie dat ook, maar ik doe dat niet om u te pesten, maar ik moet u daar wel. Uh, Zeg je uh, dat je daar een beetje voorzichtig mee kunt zijn? Want er zijn mensen, volwassen mensen, die niet zo aardig zijn en die dat... Uh, ja, die doen alsof ze veel jonger zijn en dat soort al, dingen. Ja, ja, ja. ja, en ook um, zo... Ja, uh, pas ermee op, als je ooit naaktfoto's verstuurt. Mijn kinderen allebei. Wat? Waarom zou die in godsnaam naaktfoto's versturen? Dus die zaten toen in die leeftijd nog niet. Uh -huh. Waarop ik zei. Ja, dat kan keihard spannend zijn. Maar die hebben nog zoiets van. Bah, seks in het algemeen. Vinden uh -huh. die heel gek. Maar ik benoem dat al wel. En dus nu is het wel zo. Maar hetzelfde met babbelen over emoties en over porno. Dan is dat echt zo van... Oh, mama... Ja, dat is niet het gesprek dat je met je moeder wilt voeren. Nee, maar... maar... Dat, mer dat merkte je wel. Hè? Dat heeft heel En dat hoeft kind... niet, hè. Maar ja. ik heb het wel gezegd. En dan kunnen ze misschien bij andere, met andere mensen babbelen. Maar ik, ik, het is niet omdat ik die programma's maak en dat mijn kinderen op de hoogte zijn daarvan... Mm -hmm. Dat dat, dat dat niet gaat gebeuren. Hè? Allee. Het verschijnt in ieder geval meer en meer in, t, in, in de krant. Ik heb het toch al een paar keer zien voorbijkomen over porno en over ja. dat ze dat aan banden willen gaan leggen en dat mm -hmm. soort dingen willen doen. Waar ik uh, niet helemaal uit ben of ik dat een goed idee vind of niet, want ik ben niet iemand die dat altijd wel daar veel naar gekeken heeft, ook als jong mannetje. Ja, ik, maar, voor, maar als ik... jong mannetje, er is één groot verschil. Mm -hmm. Jij kon niet 24-7 keiharde nee. Porno kijken. Nee, dat is een heel groot verschil. Keiharde, je moest, het, je moest ja. het gaan halen, of je moest er moeite voor doen. Je moest er tijd voor maken. Je moest ook al zo'n schaamtegevoel overwinnen, van ik kon door dat krallengordijn in de videotheek mm -hmm. voor die ene film te gaan halen. Je moest een keuze maken van één film. Je ja. kon jij niet harder, ja. harder, of andere richting. Dat kon je op dat moment niet. Je nee. moest het dan daar een keuze maken, dat dan doen. Ja. En dan op tijd die video terug binnenbrengen. Maar wat is het, uh, wat is het, wat is het gevaar van, van dat porno kijken dat jij ziet, of dat je je zonen van wilt behoeden? Mm -hmm. dat je echt van zegt, ik wil niet dat je dat het. Want ik, ik neem aan dat jij niet iemand zegt dat zegt. er gaat er niet naar kijken. Nee, maar nee, wat nee. dan wel? Um, ik denk dus wat jij zegt, er gaat niet naar kijken, dus dat kan ik niet. Maar ik zou het wel jammer vinden en dat gebeurt dat. Um dat zij denken dat porno seksualiteit is, dat dat, dat dat seks is. En dat is ook tijdens die reportage gebleken. Jongeren vroegen mij letterlijk, maar hoe heb jij dan leren seksen? Hoe heb nou je ja. dan leren vrijheid? En ik dacht, huh? ja, want jij had geen bewegend beeld, jij keek geen porno, hoe heb je dat dan geleerd? Ik had een katholieke priester. Nee, 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 maar, nee, nee <laughs> maar... Hoe zot is dat? Ik moest, hmm. En ik dacht, ik dacht gewoon, um, door dat te doen door dat echt te doen en te mm -hmm. experimenteren en te flateren, Zij niet, hè. Zij, zij, <laughs> zij, zij nemen letterlijk... Dat is een handleiding. Dat is een handleiding. Ja. Mm -hmm. Terwijl dat dus een soort van beleving is, uh, is, is, is weg. Dus zij, zij, zij letterlijk zij kopiëren wat zij zien, doen zij na, en dat moet dan lukken. En ik hoorde dan ook uh, van experten daarin dat dus jongeren ook letterlijk... Um, de daad doen, stoppen. Ander standje, de daad doen, stoppen. Ander standje, de daad doen, stoppen. Dus dat hele spel met strelen, kussen. Ja, bezig blijven. Ja, even naar de ja. wc gaan. Allee, ik bedoel, nee, nee, dingen dat er... <laughs> zo, wacht even. Ik even naar Nee, maar dingen dat gebeuren... Ik kon dan gewoon op die persoon. Nee, nee, dus kijk Maar vertel verder. Nee, nee, maar dus dingen dat gebeuren... Mm -hmm. In een, in, dat, dat dat dus dat, en de, de, zij hebben een hele hoge standaard natuurlijk, en wat dat ook is, dat, dat dan als jongeren echt beginnen vrijen dat ze dat heel saai vinden omdat dat niet is zoals in de film mm -hmm. um, is dat erg? Nee ik denk ook dat iedereen dat, zijn... Zijn, dat, dat heb je uit interviews dat je met jongeren ja, gedaan hebt ja. die dat daar letterlijk zeiden ja. ik vond dat more boring ja. of zo ja, ja ja, ja. Ja. Dus eigenlijk, leidt heel leid, veel kijken naar porno bij jonge mensen eigenlijk als een, naar een soort, hoe je dat numbness of zo'n ja, soort. Dat is ook zo, hè? Seksualiteit is eigenlijk niet zo boeiend hm. of niet zo interessant. Nee. Ze hebben nu ook, uh, dat hoorde ik onlangs, dat het de, de percentage van jongeren uh, met erectiestoornissen is gigantisch gestegen. Mm -hmm. um, en dat is mede te wijten aan dat er natuurlijk een, een dat er jongeren zijn die dan nu echt uh, al uh, porno overslaafd zijn, ja. waardoor dat je geen zin meer hebt om het in het echt te doen. Of die ook zeggen: ja, ik God, daar kijk... had ik toch geen last van. Nee, nee maar nee, ik kon ook niet 24-7 ik... kijken. Hè? Ja, maar ik kon wel veel. Allee, <laughs> ik heb, en ik heb ook een geest waarvan alles kon gebeuren. Maar het enige was, wat, wat mij wel interesseert, is. is ik denk dat dat, de, dat dat dan heel veel dingen ligt. Tuurlijk. Ik heb ook, ik heb ook heel hard het gevoel dat, dat zeker in onze voorbije jaren. Uh, komend vanuit Amerika, maar dan zeker naar hier, dat ook manieren van hoe dat vrouwen en mannen nu met elkaar omgaan zwaar verstoord zijn. Je moet enorm veel dingen lezen over negativiteit ten opzichte van elkaar. Er zit zoveel, ja, de MeToo-generatie, mm -hmm. dat ineens alles moeilijk wordt. Dat je voelt van, oei, als ik ze nou eens even vastpak, heb ik ze dan niet aangedaan. Ja. Weet ik veel wat. Ja, hoe dat mannen en vrouwen tegenover elkaar staan, vooral de media, dat daar enorm schuldig aan is van constant van die dingen. En dan beginnen te voelen, oei, jongeren blijven veel langer maagd, vrije veel minder, uh, durven elkaar niet meer toe te naderen. Begin er zit ook iets verwrongen in, in de hele manier waarop dat mannen en vrouwen met elkaar omgaan nu, vind ik ook. Er zit iets verwrongen mee hoe heel de wereld met elkaar omgaat natuurlijk. Ja. Hè? En ik denk mm -hmm. dat daar dan ook wel weer het... Uh Social media bij komt kijken, maar ook gewoon WhatsApp. Hè. Dus ja. jongeren babbelen niet meer zo snel met elkaar. Hè. Dus wij moesten wel met ruzies uitbabbelen in het echt. Um, en, uh, en, en, ja. Um, Hoe maar... denkt jij dat dat gaat evolueren? Want wat jij wat, wat, wat zegt, klopt inderdaad, maar natuurlijk, ja, dat, dat is een, tegen, allee, een tegenbeweging op een situatie waarin dat er natuurlijk ook veel dingen niet juist zaten. Hé, dat komt ook niet zomaar van. denk dat, dat we dat deze generatie, uh, of uw kinderen dan, of uw kinderen, hun kinderen, gaat dat, gaat dat ooit echt veranderen? Uh, of gaan we gewoon teruggaan naar hoe het vroeger was? Wauw. Ik wou dat ik daar... Uh... Nee, nee, maar op basis van, <laughs> van het programma dat je maakt, omdat nee, je, ik denk... je, hebt echt, je hebt wel echt gezien wat, wat een donkere ja. kant is. En het is niet omdat je de donkere kant ziet, dat dan het gemiddelde zoiets. is. Nee. Maar er zit, je leert soms wel veel over het normale door naar de donkere kant te zien. Mm -hmm. Ik denk... Um... Dat onze kinderen daar wel mee zullen leren omgaan en hun eigen, uh, en de jeugd ook, doet dat nu al. Hè, hun eigen taal en waarden en normen daaraan uh, geeft. Dus ik zie niet ik, ik ongelooflijke problemen. <laughs> ik, het, wel, het is wel anders. Dat voelt je nu al. En dat vind ik wel, ik jammer, maar ik ben dan ook gewoon een al oudere wordende vrouw. Hè. Um, dus dus dat, dat lost zich op een gegeven moment wel op. Maar um, wat er nu aan de gang is, is dat er natuurlijk met social media uh, bepalen eigenlijk de pubers de etiketten. En waarden en normen laten bepalen door pubers is niet altijd een heel goed idee. Niks verwijtend, maar gewoon mm -hmm. omdat zij nog geen levenservaring hebben. En bijvoorbeeld het, uh, het, de etiketten dat je gewoon in iemands. Allee, je kunt uitschelden en uh, kots-emojis uh, bij iemand zijn een commentaar gewoon neerzetten zonder dat je anoniem bent, daar letterlijk ja, iemand verwensen en kotsen. Dat, lijkt mij dat is wel jammer, want dat lijkt mij niet zo'n goede uh, evolutie, terwijl als je in het echt leren wij al eeuwen van niet stelen, uh, elkaar niet pijn doen, niet roddelen. Het feit dat we ons daar niet aan houden, dat klopt. Maar dat is een beetje het jammere dat ik vind dat er dus op social media zijn wij daar nog niet. Op social media wordt er keihard elkaar pijn gedaan, elkaar kapot gemaakt. Als iemand iets fout zegt, iets fout draait, de, draagt, dan gaan wij letterlijk kotsen op, op in z'n of, zal ik mm -hmm. maar zeggen. En ik vind dat zeer jammer, dat, omdat dat natuurlijk vanuit het Impuls wordt gestuurd en daarom snap ik jongeren ook van ik voel mij zo dus ik doe dat en op zich is dat ook cool aan de jeugd dat je niet te veel nadenkt maar zo is er wel een hele vervrongen online wereld aan het ontstaan en online en offline komt steeds meer uh, met elkaar in contact en nu merkt je bijna dat wij eigenlijk de etiketten die dat we dus missen in het online leven dat we dat nu ook vind ik stilaan. zijn aan het overbrengen in het offline leven. Dat en vind dat ik dat wel opvallend. Ja. Mensen gevoeliger ja. worden, maar ook mensen ja. korter worden. Mensen sneller ja. in de aanval gaan. Zich sneller beledigd voelen ook. Um, hetzelfde met... Uh, er was een discussie bij ons aan tafel op vakantie. Eh, geen telefoons aan tafel. Oké, okay, maar toch uh, mijn uh, plusdochter, ja, die zei ja, maar ik moet nu antwoorden want ik heb dat berichtje al opengedaan, dus die persoon die ziet dat ik dat bericht heb gelezen, dus moet ik nu antwoorden? Een heel discussie ik denk dan, tussen mijn vriend en zijn dochter. En ik denk dan, ik wil deze even begrijpen. Want als dat zo is, dan legt de jeugd zich een hele hoge standaard op. Terwijl wij denken, dat hoeft niet. Je kunt echt dat bericht lezen en over een half uur antwoorden. Ik in mijn belevingswereld. Dat is beleefd, dat is oké. Okay. Je mocht een half uur wachten of een uur wachten voordat je een bericht beantwoordt. Maar de jeugd heeft daarvan gemaakt dat dat not done is. Dat je meteen moet antwoorden. En dat is spijtig, want. De... Ja, ik kan wel toegeven dat ik dat ook wel wat voel. En als je, uh, je die vingstjes blauw ziet worden en je denkt die nee, dat heb je gelezen en dat antwoord komt niet. Dan dat je een beetje zot. Hey, come on, man. Ja, maar dat is omdat dat, ik vind dat ook enorm vervelend als ik iets stuur. En, 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 of ik weet dat iemand iets gelezen heeft, of dit of dat, dat is zo heel. Dat, dat geeft u gewoon enorm veel druk. Zo. Iets, ik, iets waar, uh, je, waar je van ja, denkt. Ja, eh, loslaten, maar, jongen, loslaten, ja, Alex. Ja, maar één ding: uh, ik zit al niet online, sowieso ah, ja, 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 ja. Al niet, Dus heel, heel weinig van die dingen doe ik. Maar, maar zo... wat ik wel opvallend vond, wat jij er juist zei, dat dat zo begint over te bloeien in het leven. Hè? Zo de manier waarop dat mensen, dat kon ook niet anders, want laten we eerlijk zijn, er was nog een moment dat je nog kon zeggen, oh ja, online elkaar uitschelden, dat is een beetje gelijk een walgelijk manoeuvre doen in de auto en dan niet in iemand zijn ogen kijken. Hè? Want mm -hmm. je hebt nog mm -hmm. genoeg afstand mm -hmm. dat je niet de directe confrontatie ja, ja, aan moet met hetgeen ja. dat je zegt. Maar ik heb, dat is mij bijvoorbeeld opgevallen. Ik ben sinds september aan try-outen terug. Voor, uh, voor een nieuwe show ja, te maken. Dus ik ben bezig. Zo, zo kleinere plekken en dat. Dat is de eerste keer in heel mijn carrière. Vroeger maakte ik dat ene keer om de vier, vijf jaar eens een keer mee. Ik ben die tour nog in drie maanden bezig. En ik heb al vier keer moeten uitpakken tegen iemand in de zaal. Maar echt letterlijk dat ik zeg: hey dude, dat gaat hier niet over u hè omdat dat dat die heeft, persoon dan beledigd da 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 omdat is, omdat hij, omdat, die, je... omdat die gewoon komen kijken en die vinden dat die hun avond. En ja. ik kon heel de tijd wat dingen roepen en ik kon rondkijken en het over mij laten gaan. Ik heb zoietsje, ze die niet online hè, fucker. je zit ja. hier in die mijn zaal. Ja, dat is wel mooi. Ja. En dat zijn zo van die momenten dat je voelt van ja, er is wel een soort um, bijna, hoe zeg je dat, filter aan het wegvallen, waardoor dat mensen het gevoel hebben dat ze ook, zoals ze online tegen elkaar doen. In tech kunnen doen. Ja, ja. Alleen, er volgt soms wel eens een vust achter als dat tegenvalt. Ja. En dat deed de online niet. Nee, maar al... en, da en dan voelde wel, dat, omdat dat zo ver komt, dat die dan niet eens beseffen, oh shit, die deze heeft echt, echt gevolgen. Maar hoe oud zijn uw kinderen als ik je dat mag vragen? 11 en 12. Dat is ook weer een andere generatie, hè? Zie jij daar verschil in tegen dingen zoals we nu hebben, of de mensen die nu twintig zijn? Of, en want we hebben natuurlijk ook een hele generatie van ons die leren hebben omgaan met ja. internet, met de gevolgen ik, van die. Ik, oh, ik kan alleen maar zien dat, dat, ik, uh, dat mijn zoon, uh, er even, allee, die heeft op zijn twaalf een zijn telefoon gekregen, die wordt nu in januari dertien. En dat is van de ene, een of andere dag hangen die aan die telefoon vast, hè. Ja. En uh, mijn jongste zoon, die zit nu echt zo, oh, wanneer ben ik twaalf? En, en terwijl nu is hij nog met van alles, zit wel veel op zijn iPad, maar die is ook nog met van alles anders bezig. En die zegt tegen ons, van, komt nu eens van die een telefoon. Um, en dat gaat binnenkort ook verdwijnen als hij zijn telefoon krijgt. Dus dan zitten die daarop. En ik vind dat niet erg, weet je... Um, ik vind ook niet dat alles terug moet zijn zoals het was. En ik, ik pas mij ook aan aan de jeugd van tegenwoordig. Ik weet dat mijn kinderen uh, communiceren via WhatsApp, zal ik maar zeggen. Dus dat, dat, dat stuurberichten als ouder, zichtesnoods dus van: uh, kom jij eten? Want soms bereikte die sneller via hun WhatsApp of via hun Snapchat dan in het echt. Dus ik vind het ook niet erg om mij eraan aan te passen. Uh, maar ik, ja, ik maak me er ook geen illusies over. En ik. Pff, ik sta ook wel open mijn, mijn, mijn zoon zegt dan van ja ik wil echt supergoed worden in gamen weet je ik was vier toen ik zei tegen mijn mama ik wil zangeres worden en die zei ja dat is oké okay. no. dus ik zeg tegen hem oh goed, dat is oké okay, maar dan moet wel blijven voetballen of zoiets oké okay, maar, met... maar bijvoorbeeld die wil zangeres worden ja maar leert wel een vak ja <laughs> <laughs> nee 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 nee, nee <laughs> ik denk dan blijf bewegen ja mm. maar gezegd uh, maar ik dacht ook eerder aan uh, die boek dat je geschreven hebt is eigenlijk een zoektocht. Dat is een heel genuanceerd. Mm -hmm. hè? Dat ga, er zijn een aantal dingen die mij wel op zijn blijven hangen. Dat zijn misschien clichématige dingen als het seksleven. Maar veel van de dingen zijn ook heel erg van, ah ja, ja. Maar dat is redelijk. Ik zie dat, dat de dynamiek tussen de gewaarwordingen zit redelijk in het genuanceerde. Maar als ik dan u hoor, zeker nou, helpt mijn borstel dan online. Ik vraag me af of dat de jeugd eigenlijk nog dat soort nuances aan kan. Of dat het eerder is, ofwel zupt ons te pletteren, ofwel raakt het niet aan. Zijn mm. die nog klaar voor een subtiele zoektocht van feestjes? Um, Leeftijd, denk uh, ik. Le ja, uh, ja ik, ik, ik heb geen idee, dan zou ik eigenlijk zo'n socioloog moeten zijn of zo. Hè. Uh, oeh, ik ben gewoon maar een mama. Um, nee, nee, ik heb meer over de, wat je mee, 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 met je ja. programma's. Nieuwe, niks van je graag ziet. Het moet wetenschappelijk gepubliceerd uh, oh, nee, worden. Maar. Nee, nee, maar wat ik. Wat ik bijvoorbeeld met bij helpt Mijn Borsten staan online. Wat ik wel enorm miste, is. Um, dat. Uh, weet je, ik heb nu ook iets zeggen, maar. Ik zou dat niet tof vinden als ik je met een blote ineens op internet verschijn, maar ik zou ook zoiets hebben van. Ach oh, ja, bon. Ik, uh, ja, dat is, mm -hmm. ik niet met een blote en dat is zo. Allee, ja, ik ben een mens. Maar ik merk wel dat natuurlijk jongeren die dan nog super hard. Ja, voor hen is seksualiteit is dat nog iets. Wow. Dat is, dat, dus als die dan met een naaktfoto verschijnen, dat is die in een wereld staat ja, Dat stil. voelt als het einde van de ja, wereld. En voor hun. soms ja. dacht ik, eigenlijk had die mama moeten zeggen in plaats van. Oh nee, wat is er nu gebeurd? Dan ga je schoonborsten in nee, schat, zet er morfier op. is een naaktfoto. Soms dacht ik dat de benadering mm -hmm. van volwassenen. in plaats van te zeggen: wat heb je gedaan? Nu staat ik in een blote op internet. als die was geweest van oei, dat is niet plezant voor u. ik snap het, maar hé, je ziet er goed uit, dat dat wel een andere manier... Allee, dan geeft je iemand zelf vertrouwen in plaats van... Van thuis uit. Het enige probleem, denk ik wel, is hoe dat andere jongeren daarmee omgaan. maar dan is dat het al. Maar dan heb jij toch al misschien een klein beetje dat gevoel van, ja, maar hoe eerig is dat dan misschien ook weer niet. Het is oké, Ik weet het niet, ja. Want met porno heb ik ook, omdat je er juist er nog over bezig wordt, met je zone. wat is zo... Want dat was eigenlijk een beetje... Hoe... Allee, ik zal het zo zeggen. Je wilt natuurlijk niet dat die denken dat dat seks is en dat dat, dat, dat alles is. Ja, maar ik heb er niet voor. Want, want ik vraag mij soms ook af. Ja. Omdat jij er net zei. Hè, het wilde Westen is dat nog. Ja. Hè, zo, internet is echt letterlijk. Je kunt erop doen wat je wilt. Kun je kunt iemand kapot maken. Op, hè? Allee, ja, hè, je hebt natuurlijk bepaalde grote platformen, waar je ook al merkt dat ze er dingen afgooien of dingen zeggen van dat en dat. En dat is ook niet altijd allemaal terecht, want het is ook altijd moeilijk. Maar dan voelde je zo van ja, de, hoe krijg je dat aan banden? Is dat dan iets waar het dan zo echt de wettelijkheid zijn eigen mee moet gaan bezighouden? Zijn er dan... Hmm. Wat, wat doe je daarmee? Want dat lijkt mij ook een, een hele moeilijke om ja. te zeggen, wat dan wel, wat dan niet, dat wie is... gaat dat weer bepalen? Ja. Dat, is, uh, dat is een beetje filosoferen, hè, dat je daarover moet doen. Hè? Mm -hmm. um... Was dat keer, toen dat je dat programma maakte, ik zou zeggen, dag één van, van de redactiemeting of whatever, ja. en uh, het einde van... Uh, van de research. Oe, hoe hard ze er verschoten of viel het niet mee als in wat was, maar had het, klopte het met wat je vreesde of was het toch echt een doos van Pandora van dat je dacht shit, die is echt erger dan ik dacht. Bij de jongeren, de sexting en het, uh, de normaliteit van elkaar naaktfoto's sturen was wel, dat is gewoon ook standaard. Dat moet ik nu aan alle mama's en papa's. Vertellen dat het vragen ook, ook al stuurt uw dochter, meestal is uw dochter, hè, geen naaktfoto's terug, sowieso 14, 15, 13, 14, 15, krijgt zij die vraag via Snapchat, via online krijgt ze de vraag, stuur mijn naaktfoto's. Dat is zo. Mm -hmm. Punt. Dat weet ik. Dat is jong, hè? Dus tegen dan hoopte je dat je je dokter al hebt kunnen wijsmaken van doet dat niet. Ik kom je even tussen. Je hebt twee zonen, hè? Ja. Het uh, is dus nu wel de zone moeten opgevoed worden. Is mm -hmm. dat niet dat jij meepakt? Ja. Zou je zeggen ja. tegen de zone: Als ik hier ooit achter kom dat je dat vraagt, dan. dan nee, dat, dat dan. gaat niet helpen. Okay. Dan, want dan. Want stel voor dat ze het doen, want ze zijn jong en ze, ja. ze worden, En dan worden ze betrapt en dan gaan ze daarover liegen tegen mij of zo. Dus, zo dan, dat is hetzelfde als zeggen tegen je dochter: Geen naaktfoto sturen. Want als ik daarachter kom, dan. Ja. Ja, dus dan doe je dochter dat en durft ze niet bij haar eigen ouders hulp zoeken. Dus dat zou ik al zeker niet zeggen, ja. maar ik denk dat het wel gaat over respect tonen um, en dat ook benoemen van uh, naakt een, een meisje of een jongen een naaktfoto vragen. Dat doet dan niet. Doet dat niet. En als je iets moet zeggen, dan doet je dat in het echt. Als je het wilt aanmaken, doet je dat in het echt. Als je het wilt uitmaken, doet cool, je dat ja. in het echt. Ja. Um, je kunt dat meegeven, maar het is wel zeker zo dat, je, uh, dat wij onze zonen ook zeker um, moeten opvoeden met extra respect voor vrouwen. Dat, maar dat, dat gaat niet alleen over wat dat je zegt als mama, maar ook hoe dat je jezelf gedraagt als mama. Als jij als mama, ik zeg nu puur als mama op zonen, mm -hmm. dat mag, want ik ben er een. Als jij je bijvoorbeeld in relaties, als jij degene bent die dat altijd, um, hoe moet ik zeggen het onderspit moet delven. Als jij op het werk, uh, als jij altijd klaagt over je werk, als je altijd, um, um, als je zelf geen niet toont dat je respect waard is, zal ik maar zeggen, mm -hmm. dan gaan uw zonen dat ook niet meekrijgen. Dus het is ook wel uw houding zelf. Als jij mensen met respect behandelt en als jij jezelf met respect gaat behandelen, dat uw zonen dat ook wel sneller zullen zien. Um, ja, want dat is het ding. vind ik interessant wat dat je zegt. Omdat ik me eigen altijd afvraag. Hè, als dat dan weer gezegd wordt: voed uw zonen op. Dat je zo het gevoel hebt van. ga ja, we zijn nou allemaal wel opgevoed. Of zo. Nee, niemand, zonen... niemand heeft thuis te horen gekregen: vrouwen, doe daar maar mee wat je wil. Nee, nee maar het gaat hem over hoe dat jij uw vrouw behandelt. Als, waar je mm -hmm. dochter bij zit. En ja. hoe dat ik als mama mezelf uh, laat behandelen. of mij gedraag. of reageer. Mm -hmm. uh, hoe dat mijn zonen dat zien. Ja. Um, da daar geloof ik heel erg in. En, en als je een zeer uh, onzekere vrouw bent, um, die daar moeite, moeite heeft om voor zichzelf op te komen op eender welk gebied dat hoeft niet altijd zo dramatisch te zijn mm -hmm. dan weet ik niet of je alleen dan, dan lijkt het mij moeilijker om die boodschap door te geven aan uw zoon. Van, uh, nou, dat vind ik wel cool wat dat je zegt. Dat is gevaarlijk Hebben wij zeker, in ieder geval ik... geen last van met ons vrouwen? Nee. nee, nee, maar is dat nu gevaarlijk wat ik zeg? Nee, nee totaal niet. Ik vind, nee, nee. Dat, ik vind dat zelfs, omdat ik geleest vaak dat soort dingen, hè. Er, wordt, er wordt nogal veel geroepen in deze mm -hmm. tijd ook. Iedereen heeft de mening, maar als je twee vragen stelt, is die mening op niks gebaseerd. En ja, 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 ja. dan in je, door, je hebt nog nooit erover nagedacht. Ga kakelt maar na wat dat iedereen zegt. En dat is het narratief waar mm -hmm. je nu aan moet houden. Of... Dan denk ik, oh, zelfs woorden betekenen al niet meer wat ze betekenen. Dat ik denk ook denk elke week een de nieuwe definitie dus waarom zou ik u nog serieus moeten nemen? Mm -hmm. Maar dat soort dingen van uw zonen opvoeden, als je dat als man leest, heb je vaak de neiging, wat je altijd hebt, om eerst dat op je eigen te betrekken en zo wat defensief te reageren. Mm -hmm. Van, Hé, hey, zeg, uh, wat is dat? Ik ben ook niet opgevoed door mijn ouders van, ja, ja, vrouwen, daar moet met mee doen wat je wilt. Nee, en maar dat is, in... is veel maar, Ja, en dat, dat bedoel ik. En dat vind ik wel cool, waarom je dat zegt, omdat, omdat dat natuurlijk een enorme visie geeft op je relatie tussen mannen en vrouwen, en hoe dat je ouders met elkaar omgaan, of hoe de ja. man is ten opzichte, of hoe dat die vrouw daarop reageert. Dus dat vind ik al, al een heel ander verhaal, dat ik ook veel harder snap. Het is een beetje zoals dat ik van veel mensen hoor van ja, uh, mijn kinderen, hè, beleefdheid is heel belangrijk. Beleefdheid is heel belangrijk. Beleefdheid mm -hmm. is heel belangrijk. Ik vind dat nu echt iets dat niet zo belangrijk is. Want uw kind zal zelf wel leren dat af en toe beleefd zijn dat dat u verder brengt, dan dat je no, onbeleefd bent. Dat ben ik het niet ben. helemaal mee eens. Ah, ja. Ik vind dat, maar, wel, ik vind dat maar, wel belangrijk. Ja, maar ja. als jij zelf. Consequent zei, Als jij zelf zegt Mag ik de mayonaise, Dankjewel. Oh, wil je je kamer opruimen? Tof dat jij het gedaan. Als jij zelf zo zei, dan gaan je kinderen dat overnemen. Ja. Je kunt niet verwachten van je kinderen dat ze overal dankjewel. En, en alsjeblieft, zeggen als jij dat zelf niet zegt. Ja, ja, ja. En, ja. en dan merk Lead ik soms. Ja, en dan ja. denk ik soms bij, bij, bij uh, volwassenen, als ze zeggen van uh, zeg, uh, kom eens naar hier, kom eens een goede dag. Dan denk ik, ja, maar eigenlijk ga ze ook niet zo dat jij. Allee, ja, Jij, jij hebt ook zelf eerst uw, uw pintje ingeschonken voordat jij naar mij kwam en voordat jij de moeite nam om eens even te zeggen en even hoe is het. Ja, ja, natuurlijk. Ja, dus, dus heel veel dingen dat je van kinderen verwacht of van jeugd verwacht, ja, dat gaat niet over opvoeding, dat gaat over wat dat zij meemaken. Hè. En als zij nu zien, en dan ga ik heel ver weg, maar het feit hoe moeilijk dat onze politiek verloopt, is ook niet raar dat de jeugd zegt: Voort, waarom zouden we nog luisteren naar de politiek? Omdat zij natuurlijk geen. Geen krachtige regering zien, nooit. Hmm. Ja, en dat is raar, want ik ben, ik ben er toch een beetje van overtuigd dat toen wij uh, 15 jaar waren en wij keken dan, wat zal dan geweest zijn? Uh, Martens of zo, Martens ja. uh, regering 31 of zo. Dat was wel iets, hè? Ja, maar of dat dat in C intrinsiek een veel betere politieke generatie was, ik denk dat dat verschil veel kleiner is. Ik denk dat gewoon de manier op dat we er niet kijken hebben. Ja, en de jeugd de durft natuurlijk nu reageren, ja. hè, want het internet is van hun. Hè. Dat, is, dat is een heel ja, groot verschil. dat is hè. Het van, Terwijl het eigenlijk van ons generatie was. Nee, nee. nee maar ja, we, ja, wij zijn het kwijt, want wij, wij hebben het moeten leren. Hè. Ja, ja, wij hebben de regels niet bepaald en ja, dat doen dat zij Dat is wel eens heel goed gezegd. Trouwens, je zei van net van uh, uh, de foto's doorsturen, maar ik ben er zeker van dat nog mensen denken. Wat, wat was nog zo één ding dat je zei um, met het uh, programma te maken van... Uh, Houd u vast. Dat is een zekerheid. Foto's doorsturen, nachtfoto's Ah, voor uw kinderen. Uh. Um, wat ik een hele. er waren er veel. Heel heeft, wat ook te maken heeft met kinderporno. Ik heb ook met twee veroordeelde online pedofielen gepraat. Uh -huh. En. Um... Hoe, dat was Hoe moeilijk is dat ja. als moeder om met zo iemand te praten? Ja, dat is wel... Um, Allee, als persoon gewoon al eigenlijk, maar een, zeker als je zelf ja, kinderen... Ja, maar ik wou, ik, was, ik wou weten wat hen dreef, mm -hmm. omdat het wel... Die, deze mensen hadden niets uh, fysiek gedaan ja. met kinderen. En, mm -hmm. Dat is een like, verschil. Dat is een verschil. Mm -hmm. En ik maakte ook het programma vanuit... Wat gebeurt er op social media en, en hoe ontwikkelt zich dat? Dus ik wou heel goed horen waarom die mensen hadden gedaan wat ze hadden gedaan. Uh, wat ik hef, heftig vond was één, dat er een nieuwe vorm van verkrachting is. Namelijk um, dat je mensen niet meer moet aanranden zelf. Dus uh, er waren jongeren bij die daar zo werden gemanipuleerd dat zij eigenlijk dingen bij zichzelf moesten doen voor de camera. Ja, 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 ja. Zonder dat iemand hen ja, aanraakte. Ja. Dat zijn zo van die. Amy is er ooit eens over begonnen, zo van die rare challenges. Ja. Waar zij ja. zo van meteen tegen ons dat wel eens komen zeggen: van deze vind ik iets heel raar wat dat hier. Ja. En wij hadden direct zoiets, ja, ja blijf daar ja. veel van weg. Ja, maar de challenges mm -hmm. ook. we mm -hmm. dan denk ik: van, wauw, dat is gewoon een. Je die, 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 ge, ge raakt niemand fysiek aan, maar wat je doet is juist hetzelfde. Um, en, en dus, wat ik heel boeiend vond, was dat die mensen. Um, hoe dat zij zelf ook. Ga, oh, moet ik dat zeggen? Kijk, ten eerste deden ze zich al veel, heel vaak voor als iemand anders. Dus je neemt afstand van je eigen persoon. Ten tweede zitten ze achter je laptop. Dus op het moment dat jij je scherm uitzet. en wegwandelt uit je kamer, je, is het voor u echt klaar. Dat merkte ik bij die. Dus mm -hmm. kun jij al je schuld- en schaamtegevoel. In uw broodje laten. Ja. Zeker als je ook nog eens jezelf hebt voorgedaan als iemand anders. Dus als jij als. Er uh, was toen een, een jeugdwerker van 4,25, die zelfs een vre, zelf een vreselijke jeugd had gehad, qua misbruik en zo. Uh, die vond nu in heel veel gepest en, en enfin, he, heel tragische jeugd. En die vond nu online een manier om populair te worden. Hij deed zich voor als een jong meisje hij zocht een jonknap meisje, hij zocht contact met jongeren waarvan hij wist dat ze zeer kwetsbaar waren en gepest werden en ging vervolgens op die manier hen manipuleren en hen online verkrachten. Maar die persoon die zei ja maar ik was dat niet, ik was ja, dat ja. niet, dat was mijn fictief alter ego. Ja, 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 ja en dan is dat natuurlijk heel heftig en de andere zat uh... Dus de ene jongen zat in, uh, man zat in de gevangenis, en de andere die zat um, thuis op zolder met een enkelband. En dat was heel heftig, want die vertelde dan over zijn pornoverslaving en hoe makkelijk dat, dat was. En met allemaal. Uh, dat is niet de dark web. Je zei, pff, iedereen zegt dark web, maar. Uh, uh, mensen met slechte bedoelingen hebben online codes die wij, gewoon stervelingen, mm -hmm. niet begrijpen. Ja. Dus als er bijvoorbeeld. Of raakte daar ooit in, vraag ik mijn eigen naam. Af... Ja, dat is dus. Je gaat naar YouTube. He, want ik zou ja. niet weten waar ik zou moeten beginnen zoeken. Nee, dat gaat heel gemakkelijk. Ja. Hij zei ook van. porno <laughs> je moet nu geen tips geven. Nee, 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 maar... nee maar porno. He, je begint porno te kijken, meer en meer je meegeraakt ja. verslaafd. En dat is een beetje gelijk met pikant eten, dat je altijd maar heftiger wilt. Mm -hmm. En helaas is dat dus ook soms bij porno zo. Dus je, je gaat stap voor stap zinken af naar steeds jonger of steeds extremer. En uh, plots zitten dan te kijken naar, naar kinderporno. Terwijl dat jij denkt dat je niks fout doet, want jij zit in je rare wereld dat kinderen dat helemaal niet zo erg vinden. En ja, mm -hmm. Dat is wat ik nu al zeg. Ik vind het al jammer dat ik er energie moet in stoppen. Mijn boot is zo. Maar wat ik merkte is dat die dus. Er was er één, en dat was zo. Nee, Ik ga dat zelfs niet hardop zeggen, want dan gaan mensen op de term zoeken. Maar dat was een afkorting van eigenlijk keiharde seks met tieners. Mm -hmm. En dus uh, op YouTube gingen die bijvoorbeeld kijken naar, uh, of TikTok, naar jonge mensen die dat, dure oefeningen doen, mm -hmm. kinderyoga, blablabla. Bla, bla. En onder de commentaren schrijven die dan, ah, amai, tof, dat moet ik ook eens doen. En dan die code daarbij. Dus die nou, afkorting ja. voor een bepaalde vorm van seks met minderjarigen of leeftijdscategorieën. En dus als je dat herkent, dan is het heel simpel, want dan klik je daarop, je, je raakt in contact met elkaar en zo... Zo snel gaat dat. En, dus mm -hmm. dan, heb de, en dan is gewoon... Kwestie... En dan beginnen de dingen aan elkaar door ja. te sturen. En dat, is, en dat, dat gaat snel, hè? Dat, ja. ga, dat ga je dat per dag 500 ineens. En wat dat die jongen ook zei, maar ik heb niemand aangeraakt. En ik heb, maar dat was van twee, tussen twee jaar en 22. Als iemand dat zegt, mm -hmm. dan... Ja, ik heb het toen ook gezegd. Ik zeg, ik vind dit gewoon even walgelijk. ik vind het, En dan zei het hem, ja, en ik zit nog in de grijze zone, zei hij. En dan heb ik gezegd, nee, dat zit er niet. Je zit mm -hmm. niet in grijze zone, je zit hier fout. Maar hij zei wel, ik heb nooit, en dat geloof ik wel, ik heb nooit de neiging gehad om kinderen, jongeren in het echt aan te randen. Mm -hmm. Nooit. Dat was puur dat scherm. En dat geloof ik wel. Mm -hmm. Maar ja, dat keur ja, niet dat goed. Want dat is hè? het ding, hè, dat je ook. Je, tuurlijk keur dat daar niet goed. Dat zijn zo van die dingen dat ik mij altijd heb afgevraagd. Ik heb ooit zoiets een stuk geschreven in een show. Over pedofilie, en dat ging eigenlijk meer over. Goh, ik ben kei blij dat ik maar op normale dingen val. Hey, want stel dat je ja. geboren wordt en je voelt dat. Ja. Hey, want een aantrekking, denk ik wel, kun je niet ontdoen. Nee. Dat is een beetje het, het, het tragische om pedofielen, denk ik wel, is dat je zegt. Op zich denk ik dat iemand die dat heel zijn leven lang dat voelt en dat niet doet. Ik zeg niet dat je me een stambeeld moet geven, maar dat is wel iemand waar ik van denk, wauw man, oké. Okay, ja. Want ga je het heel je leven tegen je natuur moeten vechten, wat heel weinig van ons doen. Ja. Hey, we zijn er ook niet goed in. Dat, dat, is, dat boek is er ook weer een ja. voorbeeld van. die ja. is uw natuur van hey, hey ja, ja. feestje, drinken. Gevecht daar. Hey, jij zit er wel een gevecht tegen begonnen, wat sommige mensen doen, andere mensen mm -hmm. niet. Maar natuurlijk heeft. Wat zat worden, dat kan ook gevolgen hebben. Je wordt al niet dat soort persoon, want je hebt niet, niet dat soort achtergrond. Hè. Bij mij was dat bijvoorbeeld al iets anders. Als mijn vader dronk, die werd niet fysiek, maar die werd gemeen. Mm -hmm. Dus je kreeg al wel een, een, een heel negatief als ja. iets dat je associeert met alcohol, ja. waardoor ik pas heel laat ben beginnen te drinken ook. Ja. Dat dat meer op een feestje, dat ik dacht, ah fuck it, ik doe het wel eens mee, want ik wil de ervaring niet ja. missen. Maar heel lang ervoor had ik enorm veel schrik voor drinken en dan worden gelijk Dus bij jou was dat wel een keuze? Ja, ja dat was een keuze, maar, maar ook niet superbewust. Hè. Dat is niet dat ik op een dag opstond en zeg van, dag, ga ik drinken. Dat was het niet. Maar je voelde wel, dat was een overgang. Ja. Dat had dat wel nodig voor mij. Maar wat ik aan het zeggen was, 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 ik vond dat ook heel moeilijk om daaruit te komen, omdat je niet... Tegelijkertijd wilde niet sympathie oproepen voor een pedofiel. Maar je hebt ook wel. Maar ik had dat wel een beetje. En daarmee bedoel ik niet van. Niet vanaf het moment dat hem zich live aan een kind vergrijpt. Nee, nee, eindigt nee, dat uiteraard onmiddellijk. Maar iemand dat zo naar van die dingen kijkt. Ja, dat is ook al gevaarlijk. Omdat je denkt. Ja, die beelden, waarom bestaan dat die? Is Wat is er met die kinderen ja, gebeurd? Ja, He, ja, want je zegt sowieso. je komt niet onder dat leed van dat kind onderuit. Nee, als nee, je nee. dat doet. Tenzij dat je zegt. Ik google foto's van uh, kleine kindjes die dat een, een badpaksje aannemen of ja. dat in gedoe gitaar. Ja, ik ja, bedoel, ik ben zo blij dat ik daar niet zit. Ja. Maar dan kan ik het mij nog voorstellen als iemand dat op die manier nog kan gedaan krijgen, hè. je hebt ook zo ik heb ooit eens zo'n een, een reportage gezien over mannen die daar naar prostituees gingen die er super jong uitzagen en die zich ook zo wat gedroegen ja, ja. als omdat dat dan die hun ding was ja. denk ik, die vrouwen verdienen helemaal een medaille, want dat is, hè, dat is helemaal waanzin, maar op ik kan wel kijken naar zo iemand en denken, ik vind dat wel heel goed van u dat jij dat doet ja dat, dat jij is... niet daar naartoe gaat. Dat jij wel, maar vanaf het moment dat je bij kinderporno al mm -hmm. begint. dan is het eigenlijk ook allemaal niet onschuldig. Want Absoluut. je zit al nog iets aan het kijken maar dat dus, op zich al niet klopt. Maar, hè? maar dat is natuurlijk als jij zo hard online zit, dan vervagen al je waarden en normen. Omdat mm -hmm. je ziet het allemaal gebeuren. En ook... Um, dan heb je een, een afstand. En je ja. hebt een afstand en je denkt echt dat, al ja, ja, dat, dat, dat... Dat zei hij ook. En dat ik zei, maar nee, nee, nee. En, en, maar ja, moeten moeten daaruit geraken. Hè, en dan moeten mensen zijn die dat erop wijzen van, dit is niet oké. Okay. Ja. Ik moet eigenlijk naar het toilet. Dat moet ik aan zeker doen. We zullen nog even verder tetteren dan net daarna. Ja. Ik hoorde. Dat... Gaan jullie nu gewoon babbelen of ja, ik nu ja, gewoon babbelen over u. Zit... Ja, In de trap. Mijn man werkt die ook niet op uw zenuwen. Oh shit, die is er nog. Moet... Laat de deur open, Evi. <laughs> Ja, dat vind ik wel een hele, hele moeilijke. Ja, maar je ik, 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 hoort dat wel, uh, wat je zegt, hè, dat je niet voor een aantrekking. Hè, maar mm, dan denk ik ook wel, op mijn twee, mijn twee pollen kussen, dat je dat niet hebt. Nee, nee. En of nee. mensen die... Want ik denk dat er... Want nou, dat stoort me altijd het het niet... wel soms, dat je soms een vergelijking hebt, als mensen zo... Beginnen over homoseksualiteit en dan je ze er pedofilie in, wat heel vaak gebeurt. Ik denk, ho, oh, oh, ho, oh, ho, dat is wel helemaal niet hetzelfde. Maar wat zou, wat moeten, zouden, Allee, er, ja. zouden er ook niet massas, mensen zijn? Massas. Die zo uh, die dan uiteraard niet achterlijk hart hebben, maar zo een beetje en daar wel bewust van zijn. En dat dat, dat, dat eigenlijk een lelijke, een, een lelijke kant van jezelf is. En dat je er. De, 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 niemand gaat dat ooit weten, dat is ook niet hard. Maar dat de mensen dat tegenaan ja, Maar bijvoorbeeld, al iets heel weird is ook, en ik heb dat dan niet, ik kan dat dan ook wel zeggen, want ja, ik, heb, ik heb eigenlijk ook nooit in mijn shows of in niks dat ik ooit gedaan heb en geheim gemokt van het feit dat ik veel porno gezien heb. Ik heb er ook heel veel jokes over en dat soort dingen. Maar ik, ik ben bijvoorbeeld ook al niet zo'n fan van teenagers. Omdat dat voor mij ook al zoiets is dat ik denk, maar teens en dan hetgeen dat er tegenaan schurkt. Zo dat soort Ik kan me dat voorstellen, dat, dat enorm veel mensen dat hebben. En dat je niet noodzakelijk al direct in dat, in dat verschrikkelijk kinderporno-ding zit. Ah, maar het ja. is inderdaad wat jij zegt. Ja, het ging over, over hè, dat Andries zei: van ja, er zijn toch misschien veel mensen die ook al iets hebben dat er bij wijze van spreken tegenaan schuurt. Hè? Als je kijkt naar. Zal hem maar, zeggen, uh... maar ik denk echt gewoon ja. dat wij heel veel geluk hebben dat wij niet op kinderen verliefd worden. Ja, ja. maar wat is het, is Want zo Als big... dat nu echt is dat... ja. en je en, weet je, als je een verliefdheid dat gevoel opvoelt, oproept. Lolita. Op... Hè? Nee, nee, maar gewoon of... voor jezelf. Als je ja, ja. verliefd op wordt iemand, dan weet je jij eigenlijk dat je niet verliefd wordt op per se man, vrouw, maar alleen bij mij is dat op een persoon. Alleen, mm -hmm. bedoel, je kiest dan niet zelf op wie dat je verliefd op wordt. Nee. En als dat nu toevallig Jonge, alleen of kinderen zijn, of, of een jonge leeftijdscategorie, dan um, heb jij hopelijk wel de juiste, net eigenlijk zelf de, de juiste uh, waarden en normen meegekregen, dat dat fout is. Want kinderen of jongeren, die kiezen niet om benaderd te worden door een volwassene. Nee. En je kunt daar heel goed met hun voeten spelen. Um, maar ik denk ook inderdaad van, als je een diepe liefde ontwikkelt voor kinderen... Ik ben ervan overtuigd dat het maar eigenlijk een, klein, een minderheid is die echt fysiek overgaat tot uh, mishandeling. Ja, ja. Of, dat, en, ja. En je hebt ook vaak al wat je zelf al zei. In heel veel van die gevallen, dat je die hun verhalen hoort over die hun jeugd, is het al gruwelijk. Hè? Ja, maar het is, het is nog iets anders dan mensen die verliefd worden op kinderen en mensen die dat, uh, hun eigen frustraties uitwerken op kinderen omdat ze vroeger um, zelf denk Was, jij, ja, dat, dat ja. Zit daar dan? Want is dat, jij wel he. een onderscheid tussen? Want, want ik, ik, ik ja, maak geen ik, enkel onderscheid. Ik, ik heb mij dat eigenlijk altijd afgevraagd van, van inderdaad dat je zegt je wordt verliefd op een kind, want dat is denk ik op een bepaald vlak hoe zeg je dat nog tragischer, omdat je als, oh, je, als, je, als, je, als je iemand je die je iemand die dat gewoon een kind pijn doen omdat je zoiets hebt van dat heb ik meegemaakt en ik, ik, draai, ik draai dat om en ik, dan, is dat dan is dat ook iets heel gemeen. Hè? Dan Absoluut. zit er iets enorm ja, wat, wat verkrachting eigenlijk ook een beetje Absoluut. is. Hè? Dat draait niet om seks, dat draait om domineren, om, om macht. macht, om pijn, om, om wat Uzelf ik, wat ik wat te voelen, voel, ja. dat gewoon ik I, I'm putting it on ja, you. Ja. En draag jij dan maar voor de rest van je leven, want ik moet het ook doen. Hè? Zo dat, dat denk ik dan. Allee, weet je, je leest al iets in een boek, maar maar verliefd worden op een kind is zo tragisch als je een goede mens zet. En zoiets zet van, ja, nee, ik kan dat nooit niet doen. Hè. Nee. Zo. Ja. En je gaat niet, dat credde dat niet verkocht, hè, die tv-reeks. Die een toffe pedofiel. Je kunt wel een dexter maken en zeggen een serial killer, maar die je wel de juiste mensen kapot mocht. Dan dus, hey, ça va, een de dexter is een oké, okay, want die heeft nog een moreel kompas. Mm -hmm. Die vermoordt wel 500 man, maar sava. Maar je hebt geen, geen verhaal dat je kunt maken dat je zegt... Hier hè, zei, Joris de vrolijke pedofiel, hè, en die verliefd doet, wordt op kindjes en, en hij, hij doet, doet niemand pijn. Kwaad. En hij is lief en hij is... Maar er zit wel en het altijd... Het is een harde in, werker en een slimme man. En, maar er en, zit altijd iets in dat je denkt, ja maar hier kan ik geen... Dat, dat gaat zo tegen uw natuur in om daar sympathie voor te voelen. Op die zenderwijke manier. Want mm -hmm, ik, ik herinner ja. me nog heel goed die film Leon He, dat die, heb je die nooit gezien Ja, ik vind die, die heel goed. Ja, dat is een fantastische Zijn film. Sally Tilly Portman. Ja, maar die is super jong daar. Ja, 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 ja. Maar die wordt enorm seksueel voorgesteld. Ik moet hem nog eens zien. Ja, en dat is heel cool, want die, die speelt daarmee die film. Die doet dat ook. En dat is wel eigenlijk, allee, je kunt me nou niet meer inbeelden dat ze zo'n film vandaag hm. zouden maken. Maar ook toen al, Want ik weet dat wij allemaal in de zaal zaten. Ik en, en een paar vrienden, dat die waren gewoon zien, En wij voelden ons allemaal ongemakkelijk over hoe aantrekkelijk dat wij dat kind vonden. Ja, dat is Omdat mooi. ze die zo een aantal heel volwassen dingen geven. Oh, maar dat is, allee, ik zeg nu mooi, he, en iedereen kan dan dat fout verstaan, maar dan krijgen we toch nee, nee, maar dat, nee, is, dat, dat mm -hmm. is wel interessant dat jij dat ook wel zegt en durft toegeven. En dan eigenlijk is dat wel knap dat een film dat oproept, want dan stel je zelf eens in vraag ja, dat doet er niet veel. En zeker niet op dat vlak. Hè. Dan, dan zit het te kijken en je denkt: wauw, man, ik, ik vind het niet zo heel aangenaam dat ik hier allemaal aan het voelen ben. Of waar dat je mij naartoe awel, aan het duwen Maar jij bent net iets ouder als ik ben. Hè? Mm -hmm. En dat is grappig, want ik heb, toen ik ernaar keek, toen dacht ik: gewoon, wat een cool jong meisje. Ik, dus ik vereenzelde mij met haar. En jij voelde... met genre, nou. ja. Ik en met hem, ja. Ja, oh, ja tuurlijk. Want gij... Allee, vereen... En ik voelde ook al hem, omdat je die heel vaderlijk naar haar toe. Want op een bepaald moment zegt zij ook zoiets van: nee, My lover of zo. En dan eet je zoiets: Oh, wow, wow. Dus je voelt ook wel mm -hmm. dat je. Dat maar er zijn momenten die echt zo gespeeld worden. Want ze geven nou ook een iets te volwassen houding. Mm -hmm. Er zijn momenten dat hij bepaalde dingen doet. Waar je echt van denkt: Ja, dat is, dat is heel vervelend om naar te kijken, vond ik. Ja, ik maar dus ik heb ja. hem nooit zo ervaren. Ja. Ik dacht gewoon: Oh, ja. wat een cool jong meisje. Ja. Grappig hè? Maar, 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 dus... er, maar er, is, er zijn veel dingen die je het jeugd nu terugziet en. Oh uh, my. Uh, <laughs> er zijn heel wat filmregisseurs uh, die ook heel lang geflikt hebben met, en dat dat kon hè? Ja tuurlijk. Ah, de Polanski's he. en wat is het allemaal Polanski uh, ja, De Polanski's. Dan dan die al... iemand die in het in techniek ook ja, ja, wel. Uh... Ja die heeft <laughs> ook films gemaakt. Ja ja ja. ja, ik bedoel, ja dus en dus, goede films. Want dat, dat dat moet je dan ook niet verliezen. Als zich, je, ja. als je ja. zo iemand interviewt. Mm -hmm. um, dat is niet een, gewoon een dag op de job, natuurlijk. Want je hebt al veel mensen geïnterviewd. Ja. Het, uh, is dat, zeker als je, als je al veel ervaring hebt gehad, en, en van de expeditie Robinsons mm. tot radio tot alles, zijn je dan blij dat je wel een bagage meet, dat je al zoveel mensen hebt meegekregen? Of is dat gewoon another ball game? Oeh, nee, 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 nee. nee. Ik, um... Dat is een dag in uw agenda. Dat is een dag in uw agenda waarvan dat je zo stiekem hoopt dat ze hem nog gaan afbellen. Ja. <laughs> maar jij wil het toch zelf doen. Het is ook niet dat je het niet wilt doen. Dus nee, 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 nee. Ja. Omdat ik ook denk dat. Um, omdat ik dan wel. Uh, ik denk als je het aangaat om iemand te interviewen, dat je ook die zelfzekerheid moet hebben dat je de juiste persoon zij op de juiste plek om die persoon dan te interviewen. En ik, zeker als het gaat over zo van die toch vrij onduidelijke kwesties vind ik, de online gedrag. Ik zei letterlijk... Ik is, zei, dat een voor... een voorgesprek... is dat een voorgesprek? Is dat, is dat binnenkomen en direct naar dingen? Of... Ja, dat is, de, de redactie doet natuurlijk een voorgesprek en, 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 um, en uh, ik ben helemaal op de hoogte. En, uh, maar... Op de hoogte. En is dat het in je brieven van wat voor een soort persoon dat, dat is? Nee, dat is heel moeilijk. Hè? Maar meer van, ja. nee, nee, van, van de feiten. Hè? Van, ja. van, van, van hoe zit het in elkaar en wat zijn de feiten. En, uh... en ik weet bijvoorbeeld dat ik in de gevangenis kwam met de ene jongerenwerker die dat dan uh, zich had voorgedaan als een, als een meisje van 16. En op die manier uh, ja, echt uh, heftige dingen had gedaan met jongeren uit zijn omgeving. Dat ik zelf zei van... <laughs> Ik ben ook heel zenuwachtig. En uh -huh. Omdat ik ook zag dat hij heel zenuwachtig was. En ik was mij er wel van bewust van. wat hij ook heeft gedaan, dat is ook een mens. Uh -huh. En die voelt zich nu ook super zenuwachtig en hij is bereid om eigenlijk het meest kwetsbare en het meest slechte van zijn zijn met mij te delen. Hij uh -huh. wil daarover babbelen. Dan vind ik dat ik met even grote voorzichtigheid dat moet aanpakken en met evenveel en dat is raar misschien, maar respect nee, ik snap ik die persoon dood. moet behandelen en die informatie die ik krijg mm -hmm. te laten doordringen en te, en te, te, te laten dat, dat iedereen dat kan zien in het, in het juiste grotere geheel alleen zo kan erover worden gebabbeld en kunnen wij vragen stellen hoe we online omgaan met elkaar en wat de gevaren zijn Um, omdat ik ook ervan overtuigd ben dat. Oh, die pedofilie online is één ding, maar. Ik, wij, wij wilden met, die, met dat programma een zo de, uh, ruim mogelijk beeld schetsen. wat er allemaal online zich afspeelt, wat niet door de beugel kan. En dat was er één ding van. Maar er zijn nog ontzettend veel andere dingen die dat ook echt niet door de beugel kunnen. Mm -hmm. Um, en en, en um, ik, vooral ja, achteraf zijn... vind ik het heel, ja. heel heftig. Vooral ja. de gesprekken achteraf. Uh, achteraf dan, dan was dat wel van thuiskomen en dan zetten er echt een paar dagen niet goed van. En dat, heb, dat, dat was wel nieuw voor mij. Ook uh, babbelen met jongeren met psychische problemen, met de slachtoffers. Dat ik zo na drie, vier opnamedagen, dat ik, dat ik ineens zei van ja, ik, ik moet even een paar dagen vrij, ik kan niet meer. En dan werd daar wel naar geluisterd. En pas toen besefte ik van, ah ja, dus dat is iets dat op je inwerkt, zonder dat je het op het moment door hebt. Mm -hmm. Op het moment zelf heb ik zo niet door dat dat mij zo raakt, maar het is... gehoord natuurlijk heel veel miserie. Hè? Maar dus, ik... Er zijn ook heel weinig dingen, denk ik, waar je zo... Um, alle, bijna alle dingen waar je over kunt praten, is allemaal nog wel... Of kunnen nog wel een draai aan geven, of kunnen zeggen: Ja, een, een verkrachter, een moordenaar, noem het allemaal maar op. Hè, dat is allemaal verschrikkelijk en gewet aan, maar, maar iets met kinderen is, is zo'n basic ding dat, dat iedereen voelt: van, ja, zelfs al zeg je hè, wat je al zegt, je moet al eigenlijk bijna oppassen dat je zegt: Ik behandel die je met respect, want dat wordt eigenlijk ook al bijna van je verwacht dat je dat totaal niet hebt. Terwijl dat, een norm, terwijl dat een echt gesprek daarover dan ook nooit niet meer gaat kunnen. Als je dat niet ja. hebt, waardoor dat je ook niet dat ding kunt blootleggen van, van waar het, waar het waar verschil het gevaar, is. Ja, en ook waar het en, gevaar schuilt ja. online. Er ja. zijn mensen die veroordeeld zijn en die online, voor mm -hmm. online gedrag. Ja. En, uh, ja, nooit iemand hebben aangeraakt, nee, nee. dus. Ja, maar dus dat, ja, maakt ja. Niet, dat maakt het niet. Voor mij babbelde dat absoluut niet goed, want dat mm -hmm. komt eigenlijk op hetzelfde neer. Maar het zou zo makkelijk zijn om te zeggen. Dus jij zijn een eikel, want dat kan niet. Wij wilden echt aantonen met dat programma van hoe fijn die lijn is en hoe, 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 hoe wij er allemaal A kunnen intrappen of A allemaal dader worden. Op mm -hmm. een of andere manier. Vanaf dat jij iemand begint te ranten, A te schelden op social media. Komt ook niet schoonste in u naar boven. Dus, dus ik, ik wou. Ja, laten zien wat er. Wat er wat, hoe Alle kwetsbaar aspecten, iedereen was. Dat ja, mm -hmm, ja. De facetten. Maar ik vond dat heel boeiend. Vooral omdat ik voor mezelf dan ook een. Ha, je denkt dat je, als je zo iemand gaat tegenkomen, dat dat, dus, dat, dat sowieso een volledige eikel is. Weet je? Je mm -hmm. denkt dat dat. Dat dat... Ja, je wilt dat eigenlijk ook een ja. beetje. Ja, en dat is ja. zeer leerzaam mm -hmm. als je dan iemand over u ziet zitten die dat super onzeker is en, en, dat je die, en die dat beleefd is. Die mm -hmm. dat, allee, weet je weet het, die dat wel opgevoed is. Gelukkig. Nee, ja, maar Zo, dat. Nee, nee. <laughs> dus dan, ja. dan bedenk ik wel van: oeh. Um, uh, Where did it go wrong? Ja, en ook. Kan dat ons allemaal overkomen of de mens is meer dan alleen zijn aller, aller, aller slechtste eigenschap? Hm. Zoiets. Zo iets? Terwijl je het jammeren is. Ik denk dat bij kinderen is het de grote. Hoe zit je dat? De grote gelijkmaker of zo. Namelijk dat, je toch, dat dat toch iets is dat zo basic. Dat stopt niet hè? Kan. dat het stopt. dat je voelt van ja sorry maar. Jij kunt hier nog zo tof doen als dat jij wilt? Het niet, stopt. Ga niet meer dan je ergste eigenschap? nee. nee. En dat is eigenlijk jammer, terwijl dat je, omdat je dat op heel veel andere vlakken hebt dat niet. Hè? Nee. Je kunt altijd proberen te zeggen: ja, maar hè, zelfs iemand dat mensen vermoordt, of dit of dat, pas op als je zo true, true, hè, je hebt zo. Nee, slecht, eh, slecht, slecht. Uh, uh, slecht serial yeah. killers, serial killers, waar je mee praat, die ook manipulatief, zijn die niet het komen verbieden. Je voelt al een heel die persoon, dat alles wat je doet, dat je denkt: Joh, ga, ga zich gewoon, er is mm. gewoon van alles mee, niet oké. Okay? Maar er zijn er ook anderen bij die, die ook enorm zielig zijn. Hè? Je, je, je hebt er zo enorm veel verschillende soorten mensen in. Maar vanaf het moment dat het over, over iets gaat met een kind misbruiken... Maar daarom Dat is mensen heel ook, moeilijk om, dat, om, om, om voorbij te stappen, ja, zal dat ik maar Ja, dat is zo. Zeggen. Maar daarom schrikken ja. mensen natuurlijk ook als, als blijkt dat in hun omgeving iemand was, een pedofiel, omdat, omdat dat ook gewoon maar mensen zijn, hè? ja dat is waar want ze zijn een maat van van uh, van nee um, we hebben nu weer een acteur Guy Van Sande hè, die dat, dat heeft meegemaakt oh, ja. zit daar een maat van zit er een collega van heeft er jaren mee gewerkt zegt oh, ja ik vond het eigenlijk wel een toffe ik heb er goede avonden mee gehad ik heb dit ik heb dat je wilt daar niet te weten komen over een van je beste vrienden of je collega's hè. hoe hard dat dat ook dat is wel een dealbreaker of zo. Dat is zo niet dat die een ding waar je van denkt, ja, shit, sorry niet, man, maar hier, uh, nee. hier stop het. Nee. Hey, hoe, hoe graag dat je die persoon ook nee, gezien hebt, want zo. ik kan me ook voorstellen dat je van Sanden op niet elk vlak een, een vervelende vent is, mm -hmm. of dat er ook mensen bij waren die zeiden, oh, oh welle, onze G een toffe gast, mm -hmm. en ineens ja. is dat dat. Nee, dan stop het, hè? Daar ja. ben ik het uh, absoluut mee eens, hè? Als je aan kinderen komt, dan stop het. Mm -hmm. Maar um... Je oh. zult het even okay. over... we wel luchtiger we over, dat... over een andere boek gooien. En dat is wel een hele leuke. We, waren, we kunnen seks ook leuk maken. Het was in niet niet meer zo plezant. <laughs> uh, sinds dat je niet meer dronk. Hoe zat dat allemaal? Wat vindt ja. de Kurt daar eigenlijk van? Dat je zo vaak voorbij komt in die boek. Als die gast die dat er ziet, met zijn wijn. Ah. Zo. Allee, het is er weer binnen. Uh, wa... Het is grappig dat je dat zegt. Want uh, in, hij laat dan zo. Ik, Kurt. Ja, eigenlijk. Ja, je moet ook wel. Ik laat niks lezen op voorhand. Dus hij las dat <laughs> eigenlijk. Hij las ook het vorige boek. Leest hij pas als het echt klaar is. En dan zo is de eerste proefdruk. En dan worden er nog fouten uitgehaald. En dus dan kon hij nog. En mijn vrienden die erin voorkomen, die konden nog zeggen: ja, verkort mijn naam. Of maakt de situatie iets anders, want ik wil toch niet te herkenbaar in beeld komen. En de Curtin had zoiets van, zeg maar schatje, dat lijkt wel dat ik heel de tijd naar de voetbal zit te kijken. Of de zetel hang. Uh, Maar hij was wel blij dan, daarna dat ik echt wel, ja, Curtin is de tofste persoon die ik ken in mijn leven. Dus uh, hij was blij dat ik dat ook zei op het einde. Het is wel goed dat je tot het einde gewacht <laughs> hebt voor dat te zeggen. Nee, 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 maar oh, ik, and by the way. Nee, maar ik, heb, ik <laughs> heb ook alles geschreven vanuit mijn beleving en mijn frustratie. Hè. Uh, en uh, ja, ik had, dat was de, die seks hè, en uh, dat romantische. De romantische uitloop van een avondje. Misschien even uitleggen voor de mensen die het boek niet, nog niet ja. gelezen hebben, wat, het, uh, ja. wat eigenlijk de een van de conclusies ja. was sinds ik niet meer drink. Ja, de, de conclusie was sinds ik niet meer drink, heb ik minder seks. Zoiets. Of stelt mijn seksleven niet zoveel voor. <laughs> um, het is gewoon niet meer plezant. Nee, <laughs> maar dat was een van die uh, kleine aspecten waar ik mij totaal niet aan had verwacht. Ja. Namelijk dat als je met, je met je partner een flesje open trekt en je drinkt uh, wijn en, dit en dat, dat daar ook vaak uh, een hele romantische avond uh, aan vasthangt. En mm -hmm. um, plots merkte ik dat door die artificiële ontspanning, zeker die eerste honderd dagen, dat, ik, dat mijn kop dan ook ineens niet meer naar seks stond. En ik vond dat echt super maf, want ik dacht oh, ik ga slapen, ik ben moe. En, 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 en ja, die avonden ook, normaal. Ja, drinken is een, is een, is een uh, bezigheid, is een actie. Maar ook samen, een flesje wijn kraken, lekker eten, wat langer babbelen, nog één glasje drinken, naar huis strompelen. Nou, Allee, strompelen, hè, wandelen, nog eens goed Ja, maar dat zijn uh -huh. wel die dingen van echt ontspanning en genot dat ik daarvoor totaal niet had gelinkt aan... aan Seks of aan een, een, een romantische avonden. En dat was wel even zo van. Oh nee, nu ben ik ook al een saaie, preutse seut. <laughs> er ligt al niks in huiskes en dan zin ik er nog niet. Ja, wel. <laughs> ik wel, ik wel, wel funny vond, dat ik, moest er, ik moest er ook wel om lachen dat je zegt: ja, doordat je de alcohol, ja, dat is ook het, het de, de running theme van een boek, dat verdooft. Dat verdooft, dat ja, verdooft ja. heel veel. Dat haalt de scherpe randjes eraf. Mm -hmm. dat, doe, hè? dat vergroot sommige emoties en gevoelens enorm. Dus seks is allemaal laag. Oh, je zit in die roes en ja. er bestaat niks anders. Ah, ja. En na nou dan lig je er zo van: Ik, ik, hoor, ik hoor de droogkas. Ja. En, en de lamp mokt lawaai. <laughs> en er rijdt een tram voorbij. En roep roept iemand buiten. En dat je voelt dat je uit dat moment valt. Absoluut. Constant. Ja. Dat je zo denkt, ja, de grote haha, is ja, het niet. de grote roes, wat je veel, inziet als je ze aan het seksen. En, en, en dan wordt het naar... Dan kan dat ook bij momenten gewoon een handeling ja? worden, hè. Ja. Dat je iets en toen denkt, nou, wat zijn ik keer eigenlijk aan jou, Ja, dat moet de nooit niet <laughs> hebben, maar je hebt dat wel. Ja. Dat is wel, dat is wel een ding dat ik wel leuk, allee, grappig vond om te ja, lezen. Ja, maar ook, ook de handeling van... Uh, ik stond daar nooit zo bij stil van... Um, voor de seks en dan gaan we seksen. Dat is meestal gebeurd. Allee, je staat er niet bij stil, nu ga ik seksen. Ja. terwijl in één keer was alles zo nuchter. En dacht ik. Allee, zullen we doen? Ja, zoiets. Benad. <laughs> dat je denkt van, hè, huh, maar ging het dan vroeger makkelijker? Terwijl ik ook vroeger niet, dat is niet dat je stom dronken zei, hè? maar dat is vaak een, een, een aanleiding of een ontspanning. Van, allee, dat is, als iedereen even eerlijk naar zichzelf kijkt, zal hem dan misschien wel herkennen. Van dat glaasje wijn of dat glaasje champagne, dat helpt wel om. om ja, om, om in die roes te geraken en daar dan ook in te blijven. Mm -hmm. Want ik, dat herstelt zichzelf. Hè, dus nou, niemand moet zich zorgen maken. <laughs> de kop. Dat ging de volgende vraag zijn. Nee, nee. Maar, 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 maar um, dat, dat was ook iets waar ik niks over had gelezen. In, in al die uh, online fora zegt niemand... Ik, ik las ook nooit dat het saai was. Ofwel hadden de AA en was het... Echt heel heftig. Ja, ja. Ofwel had, vond ik alleen dat maar. Er waren zo twaalf stappen en je moet sorry gewoon zeggen tegen heel de wereld en, voor alles dat je gedaan ja, hebt. En of, in, in ja, en in God geloven. Ja, vooral. Of, Zeer belangrijk. Of het of was ineens van. Uh, oh, leven zonder drank is fantastisch en daar vond ik mezelf ook niet in. En ik moest eerlijk zijn en ja, dat, dat, met dat ja, seksleven, dat was echt zo van. Hm. En Kurt, Dat was wel schattig, dat je zei. Maar ik kijk helemaal niet na nooit naar de herhaling van voetbal. Ik zeg allee liefje, jij kijkt altijd naar de herhaling van voetbal. Nee, Evi, dat is een samenvatting. <laughs> en dat schijnt is er een groot verschil met een herhaling en een samenvatting. En toen en toen was de, op een eh, rij. En, en toen je, was de balance in the universe terug restored, dat ja, uh, je dacht: hij doesn't give a fuck. <laughs> over dat ding waar ik van dacht. Daar god hem het na nee, moeilijk over. Het, het, het zijn, zo, het zijn er zo achteraf? Uh, Ah, je hebt ja, ja. Het boek nog niet gelezen, maar zo'n moment dat je wel zo dat hem... Want ja, ik vind dat hij er wel goed uitkomt. Ja, Komt in ieder geval als een zeer amabele man die in ieder geval veel begrip heeft. Ja. Veel kan ja. vertragen. Ver <laughs> we zullen het zo zeggen. Maar Wij zijn mannen, we moeten ons niet. Inhouden. Was zijn er zo wat witte je Wist dat je toch voelde. Misschien heb ik hem hier. Oh hey, uh, hier, hier heb ik hem zeker niet richting de rand geduwd, maar... Zo in het boek? Ja, gewoon Ik, had dat, ik heb dat niet door. En of dat ja. is in de relatie. Ja. <laughs> nee, dat. Het is, dat... nee. is niet dat je hem stiekem zo in je, uh, uh, in je uh, weet ik veel wat, homemade limonade zo rap sterk een drank zag steken. Hebben mij? Ja, zo... <laughs> nee, 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 maar... <laughs> Nee, zeker niet, zeker niet, maar... Fun, Bobby. Hij, uh, <laughs> dat gebeurde wel, dat hem zei: maar allee, drink tegen een glaasje. Ik zal tegen niet. Ja, toch wel. Ja, ja, ik wil, ik wil, ja, ja, ja. Ik soms. wil nog eens goed poepen. Drink, ja, zo... drink dat glas, nice. Ja, ja, nee, want dan... Nee, dat... dat, dat als... is, 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 is het is het, op een bepaald moment, oh, no, een bepaald moment ja. zo, in die 500 dagen, dat je dacht... Achteraf dacht, amai, als, ja, Toen heb ik er toch dichtbij gezeten, of ik had terug... Uh, dat ik een glas zou drinken. Uh, ja, of... Uh... Uh, ja, regelmatig, maar... Dat is natuurlijk het verschil met dat ik niet um, lichamelijk, denk ik, echt verslaafd was. Bij mij was het gewoon dat glas niet aan mijn lippen zetten. Dat, is, dat was bij mij... Dus ik heb wel vaak heel veel zin gehad. En, maar maar dat, het feit van ik ga dat doen, daar had ik, dat was wel bij mij de grens. Want ik ging gewoon niet drinken. Maar tuurlijk... Uh, en vaak was dat trouwens met, um, met slecht nieuws. Moeilijke dagen. Mm. Ja. Dat, uh, dat ik bijna... Uh, de sterft een uh, vriend van, uh, van Kurt op een gegeven moment. En ik, ik dacht echt van, met wat ben ik bezig? Wat, ik drink zelfs geen glas op zijn gezondheid. Weet je? Van, mm -hmm. Ik vind mijn eigen project uh, belangrijker dan dat ik op zijn gezondheid zou drinken. Dat is een, een jonge man van 50 jaar die dat ineens weg is. En ik drink geen glas. En ik voelde dat bijna... Ja, ik vond dat echt... Er is ook niemand dat zegt dat in dat glas alcohol moet zitten. Hè. Nee. Je kunt, je kunt ook gewoon zeggen santé. Ja, maar ja. voilà. Maar Zot, dus in maar mijn dat kop is wel. was dat ja. zo. En ook dat ik, en dan dat is heel erg, maar dan dacht ik van ja, maar inderdaad, als ik alcohol drink, die gast gaat niet minder. Dood zijn. Hè? En... <laughs> dat is wel de beste zin. Ja, not ja. Je is not gonna Be Less Dead Man. Nee, ja, maar, maar gelijk, dat is wel ja. waar. Is wel... Mijn verdriet mm -hmm. gaat ook waarschijnlijk ja. niet minder zijn. Dat wordt... maar, maar zo, het feit dat je dus een glas moet met alcohol zou heffen op. Uh, dat is comfort en... voor uzelf en voor elkaar. Get, en en, en tradies, een, een traditie. Soort... Ja, en en, en toch goed... weer die soberschaamte. Want ja. Dat is wel een goede ding, want inderdaad, uh, ja, ik uh, kan overdreven doen, maar. Uh, ik had toch weer zin om mijn heroïne te spuiten. Er zou nooit iemand zeggen: Allee, doen. Nou, Sigaretten zelfs ook niet. Daar krijg je een medaille voor. Maar dit is inderdaad altijd. Ja, het is vreemd. Ik, Meest, vol... ik, ik, ik was ook al aan het denken de heel een tijd. Ik zou me daar ook wel kunnen durven betrappen op. Uh, ja, normaal uh, zou ik, ik wel maar. Uh, ik heb al last van. Uh -huh. Maar zeggen, ik heb er genoeg van. Ja, ik ga je stoppen, want ik vind het niet meer zo tof. Of je zien. Maar ja, dat, ik, ja doet. Dat, ik heb dat nooit gehad. Maar dat is, dat is net dat ding omdat ik iemand. Maar ben ik die vind dat... dat goed, hè? Dat is... ja, ja, nee, maar dat, 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 ik, dat is ook niet goed of niet slecht. Hetgeen dat jij. Het is ook, ik vind dat allemaal super herkenbaar. Want ik ken veel mensen die dat dat hebben. En ik ben zelf ook al. Hoe al avonden gaat, dat ik gewoon gedronken heb, omdat ik het gevoel had dat ik het nodig heb. En dat zo, mag dat ik had. En hoeveel dat je praat over, over drinken. Ja, het ja. je, gaat je, je, je niet door van jezelf. Hoe dikwijls dat je eigenlijk zegt: uh, Ja, ja, uh, want het is op, hè, het is allemaal een tweede, en uh, goh, maar je zult nooit niet zeggen: Ja, ik heb één slok gehad en ik was al zat. Er zit altijd onbewust bezig met hoe dat je de percepties over je alcoholgebruik. Nou, alleen... Hoeveel dat je drinkt. Het... Ofwel zeg je dat je keigoed kunt drinken. Ofwel zeg je van, ja je in direct zat, maar er is nooit een niet-gesprek over. Nou, het enige is, en dat is echt het enige verschil, dat interesseert mij geen reet als ik, ik geen zin heb om te drinken. dan kan heel ja, maar de, je dan Babbelt kan... wel veel over je, drinken, dan, dan, je kan drinken, dan kan, heel de, dan kan heel dan de, heel de wereld zeggen ik ga drinken. En ik zeg ooit vanavond niet. En dat is ook gewoon gedaan. Ja, maar ga ja. je wel iemand... Dat als je elke ding dat je gedronken hebt, benoemde je wel. Dat doe je niet doen. Ik, dus. ik benoem alles wat ik doe. Ja, wel, ja, maar ook... Dus al. dat heeft ook te maken met... Maar wat ik wel bijvoorbeeld... Waar ik al iets las bij u. In een boek waar ik geen moeite beste, mee heb. Het is het beste, die een blik. Die blik is het beste. Ja, ja, maar... nee, 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 maar ik... nee, nee, maar... I love this. this. Want dat ik is ik ook grappig. <laughs> Elke keer opnieuw beginnen mensen dan zo te discussiëren over, een boek, over dat boek, of over wel of niet drinken. En dan, dan kijk ik en dan denk ik... Gewoon vriendschappen het Nee, maar, maar dat, dat raakt blijkbaar iets. Of dat je nu zegt dat je er goed mee om kunt, of niet goed mee om kunt. Nee, maar wat bij mij bijvoorbeeld een verschil is, hè, dat zal ik dan wel zeggen, want daar wordt er hier zo precies van gemokt alsof dat, dat niet is, maar daar zal ik dan even duidelijk in zijn. Als je een foto krijgt voor een première en je zegt, je pakt ook een glas champagne voor de foto en ik doe dat niet, dan doe ik, ik dat niet. Nee, nee. Dat is duidelijk. bij mij echt duidelijk. Dan zeg ik gewoon: nee, ik zit niet aan het drinken, dus bij mij is dat hm. een cola. Fuck off, I don't care als dat stoort voor de foto. Dus dat is zoiets dat ik altijd wel heb gehad. Ik heb niet. Ik ben geen peer pressure drinker. Dat denk ik nooit niet geweest. Maar wel een gezelligheidsdrinker. En waarschijnlijk inderdaad. Dat je zegt uh, gisteren was het weer daar. Of, als ik er nog één drink, of ik moet nog naar huis. Of ik moet nog rijden. Of. Tuurlijk komt dat altijd terug in een gesprek. Moet er nog een, een hebben? Ah, oh, for fuck sake. Ah, maar, He, dat is dat, wat ik bedoelde. Dat zijn Geen zo van die mijn rug doet zeer. Mag ik nog lang op deze stoel gaan zitten? Op mijn rug. En nee, dat maar zeg je nee, niet. Maar nee, ik maar de... zeg maar op alcohol zit dat altijd. Dat is altijd een reden. En dat is inderdaad een reden. Nou, dat van die stoel zitten zeg ik nou ook, want ik heb ook een slechte rug. Ik zeg vuil en nee, deze. Ik, maar, ik, <laughs> ik zeg heel de tijd van alles. Ik, <laughs> ik eigenlijk... Alles van mijn rug. <laughs> Ik bedoelde, er zit wel Met veel doen pijn. er zit veel herkenbaar in dat dat inderdaad iets is dat je niet door het als, als je een transcriptie zou maken van de gesprekken en je zou dat echt moeten lezen, je zou durven wel echt like zijn, maar ook eens dat je gewoon maar benoemd om te benoemen. Wat ik ja, um, dat, dat is er wel. aan. Wat ik eigenlijk daarover nog wou zeggen <laughs> is en dat is het hier komen. We, um, ik had nooit verwacht dat stoppen met alcohol, dat dat mij mentaal en fysiek zoveel beter zou maken. En dat is even iets, want het is, het gaat zelfs zo die zatte avonden en dat drinken, als je er goesting in hebt en dat genieten van het leven, dat is allemaal prima. Maar wij denken, of wij zijn opgevoed, dat. Alleen als je te veel drinkt, dat dat slecht is voor jezelf. Maar elke dag een glaasje of twee glazen, wij zijn ons niet bewust, ik was mij niet bewust, dat dat dus wel echt heel je lichaam en mentaal dat dan een invloed heeft. En dat wou ik nog even zeggen, dat... Um... Ja, daar gingen we uiteindelijk toe komen. Sorry. Dat je ook de... Dat je ook de hè, want jij, dat is ook het coole van je boek, dat is heel lang... Ja, saai. Mm -hmm. Vond hij saai, vond hij toffer. Vond mijn eigen leuker als ik dronk. Ik zijn eigenlijk toffer. Ik, ik, ik had meer zin in seks. Ik was. B -b 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 -b. Mm -hmm. Heel een boek is voor drie kwart bananen-anti-reclame voor te stoppen met drinken. Ja. Net dat je echt denkt: nou, waarom stopte dan? Begin die in godsnaam terug. Ja, ja. Maar er komen wel heel veel positieve dingen. Uit. Ja, ja, en dat is heel zot dat ik dus, vind ik, nog altijd hier zit te babbelen met jullie over het feit dat ik niet meer drink. Terwijl... Want het is ook al langer dan 500 dagen. Ja, bijna hoor, twee maar... jaar. Ja. Um, maar eh, dat, dat is gewoon iets wat ik dan heb geleerd van niet meer te drinken, want daarom ben ik nog altijd niet tegen alcohol, omdat al die leuke verhalen vind ik kei tof om te horen, en het leven met alcohol kan absoluut een groot feest zijn, maar er zijn superveel kleine kwaaltjes, wat ik ook aanleed. Um, Zoals? Slecht slapen. Mm -hmm. Stress. Het gevoel hebben dat je niet productief bent. Dat je de dingen niet klaar krijgt. Um, oververmoeid. Gekke vlekken op je lichaam. Psychiatris, een beetje een eczeem, Voedselintoleranties. Dat zijn er een paar. Dat ik heel vaak hoor terugkomen. En waarvan dat ik. Door te stoppen met alcohol. Dat die kwaaltjes grotendeel volledig zijn weggegaan. Wat zijn verdwenen. Wat voor voedselintoleranties waren daarbij? Wat, wat was dingen dat je. Goh, ik dacht bijvoorbeeld dat ik heel slecht tegen gluten kon. Hè. Of mm -hmm. ik, ik, ik probeerde uh, geen, geen pasta, geen rijst, geen kappen, geen koolhydraten. Ja, 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 mooi. Mm -hmm. Maar ook, ik zie mensen bijvoorbeeld nu ook heel erg... Uh Fit, wat is dat? Crossfit, crossfit, crossfit. Dat soort, soort dingen. Ja. Nee, dus, dus he, uh, ook zware diëten doen, of, of ketodieet speciaal? paleo dieet, diëten. dieet. Ja, uh, uh -huh. een personal coach is heel erg in. Um, ook meteen. Intermittent oh, fasting. Voilà, lange, lange <laughs> uh, niet, niet gewoon vijf kilometer leren lopen met even Giraert, maar vooral voor een marathon gaan. Uh -huh. um, Burnout, uh, op zoek naar zichzelf. En. en nu denk ik echt. Work hard, play hard. Ja, en nu denk ik. Misschien zonder dat je voedingssupplementen. Voordat je begint met voedingssupplementen, voordat je begint met een personal coach geld uit te geven, voordat je, je eigenlijk begint af te matten in de CrossFit. Voordat je begint allemaal kremmetjes te smeren op je uw, op uw flexjes, voordat je begint met je rimpels te laten opspuiten. Misschien moet je eens even eerst dat glasje wijn laten staan voor een jaar. En dan kun je zien als je lichaam een beetje hè, gewoon een propere lijst. Kijk dan eens wat er nog van over schiet. Want misschien is je huid vanzelf al wat beter geworden. Misschien is je conditie vanzelf vooruit gegaan omdat je minder drinkt en omdat je meer zin krijgt om te bewegen. Misschien moet je niet meer naar. Um, naar een slaapmiddel grijpen of naar rustgevende thee, omdat je nu gewoon goed slaapt, omdat je niet meer drinkt. En dat, daarom dat, dat is het met doen. Waarom drink ik niet meer? Niet omdat ik omdat, het, omdat die zatte avonden niet tof waren. Ik drink niet meer omdat ik nu merk dat het leven makkelijker wordt. Dat ik het mezelf makkelijker maak om om te gaan met alle moeilijkheden die het leven mij biedt, doordat ik niet meer drink. En dat Beseffen wij niet. Ik hoor nog altijd dat één glas wijn, twee glazen wijn, dat dat gezond is. Nee, dat is echt niet. En er zitten antioxidanten in rode wijn, dat klopt. En die worden allemaal teniet niet gedaan door de alcohol. Dus als je je antioxidanten wilt binnenkrijgen, dan eten jij een handjevol rode bessen. Maar vanaf dat je er daarna een slok tequila op doet, dan doet dat er eigenlijk allemaal niet meer toe. Groot vertekens. God damn it, what a bummer. Maar het was toch cool dat je hier was. Nee, maar dat is het. Dus waarom drink ik niet meer? Omdat het leven gewoon echt makkelijker gaat. En dan denk ik wel: stel je voor dat ik nooit had gedronken, was ik dan nog productiever geweest? Had ik dan sneller een je gehad? Had ik dan nog nog uh ja Had ik dan gezonder geweest, had ik niet zo in van die dips gezeten zoals ik toch wel diep heb gezeten na mijn scheiding. Um, was ik, uh, misschien uh, had ik andere vaardigheden ontwikkeld. Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar ik weet wel nu dat leven um, niet minder verdrietig wordt, maar dat ik daar veel makkelijker mee kan omgaan. En dat ik nu veel meer energie heb om de dingen te doen die ik wil doen. Minder stress, beter slapen. En het gaf vanzelf. Vergeet. ik ah, is... echt zo in... ah. nee, 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 maar ik, denk zo, ik hoor zo. al die symptomen en ik denk, check. I've got them all. Ja, yeah, I've got them all. <laughs> ja. nee, nee, het is goed, ze. Het is goed, maar het is even zo. Ja. Ja, 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 ja. Ja, maar dan dus daarom dat ik ook niet direct zeg van, zoals met de zeilreis van, ja, ja, je moet dat doen, het is dus een aanrader. Ja. Je, het is goed dat je dat doet, stop met alcohol, maar weet dat dat wel een projectje is en dat dat niet op één maand niet drinken, dat, dat je dan alle, alle, gevo, alle, alle positieve uh, gevolgen gaat voelen. Dat is wel, dat is wel iets, Nou ja, ja, zeker, zeker. Uh, Bart de Wever, die was helemaal in het begin van mijn... Uh, van mijn radioprogramma, Het Heilige Huis van Hansen op Joe, was hij een van mijn eerste gasten. En ik vertelde hem, dat hij was dan toen al, ik weet niet hoeveel jaar gestopt, uh, uh, vijf jaar of zo, en ik vertelde hem dat ik in 2014 of 2015 ook eens een half jaar niet had gedronken. En toen zei hij mij, ah, dat is jammer, je gaat dat nog langer moeten volhouden. Uh, toen, en ik weet nog dat hij zei, eigenlijk twee jaar. Twee jaar en dan zit het echt door. Dat eerste mm -hmm. jaar is spannend, is woehoe, want alles is nieuw. Zonder alcohol voor de eerste keer. En dat tweede jaar is echt zo: oké, okay, aanvaarding en gewenning. En hij zei: vanaf twee jaar gaat dat eigenlijk super makkelijk. En mijn uh, klas nu onlangs, dat hij ook tien jaar was gestopt. En ik weet dat hij dat zei. En ik moet hem ook wel gelijk geven: dat, dat je gewoon even wel wat langer moet stoppen met alcohol. Als je er zin in hebt. Hè. Laten we daarop eindigen. Ja. Als je er zin in hebt. Als je er zin in hebt. Maar als je wilt weten wat voor een uh, zoektocht uh, dat het uh, kan zijn, of toch in ieder geval was voor Evi Hansen, <laughs> lees dan het boek Sinds ik niet meer drink uit bij uitgeverij Horizon mega Cool. Er komen wel eens dingen in voor waar je heel vaak van gaat denken. Godverdomme, dat herken ik keigoed. Evi Hansen, merci uh, om af te komen. Het was keipelezant dat je hier was. Wow. Het was echt super. Um, voilà, dat was het voor ons voor deze week. Ik ben Alex, dat is drie. welcome to the AA, and volgende week we'll be back when we make Monday great again with alcohol. The first step on the road to recovery is admitting really you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -huh. tips and here are for the sort. All the better is smoker would have. Send them not the face. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.